Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Molen. Goedemorgen iedereen. Ik open de vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Donner. Meneer Donner, welkom en goedemorgen. Goedemorgen. Namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Zoals u inmiddels wel weet onderzoeken wij het hele stelsel, opzet en werking van die coöperaties. We kijken dus ook naar die incidenten, of die er wel of niet uit voortvloeien uit dat stelsel. En zo willen we weten wat er allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En vandaag, meneer Donner, concentreren wij ons op de voormalige bewindspersonen op dit dossier, die aan het einde van de rit voor wat betreft onze onderzoeksperiode verantwoordelijk waren. En in dat verband, meneer Donner, bent u zelf opgeroepen als getuige. Het verhoor vindt plaats onder ede. U koos voor de eedaflegging, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Zou u even willen gaan staan, alsjeblieft? En mij nadoen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. U staat onder ede, meneer Donner. Neemt u plaats. De microfoon kan uiteraard aanblijven. En er zijn meerdere leden van de commissie die graag wat vragen stellen. We gaan voortvarend van start, meneer Donner. Ik geef graag het woord aan mijn collega, mevrouw Hashi. Meneer Donner, in kabinet Rutte 1 bent u ruim 1 jaar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geweest in de periode 14 oktober 2010 tot 16 december 2011. En eind 2011 eindigt uw ministerschap vroegtijdig vanwege uw benoeming als vicepresident van de Raad van State. En u wordt opgevolgd door mevrouw Spies. U bent als minister verantwoordelijk voor de portefeuille wonen. En wanneer u aantreedt, ligt er een ontwerp herzieningswet. En u krijgt in uw periode als minister te maken met een aantal incidenten. Zoals Vestia, WSG en Rantree. En de commissie heeft vragen aan u over deze incidenten, maar ook over de herzieningswet en nog wat andere vragen. Ik begin met u bij de woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg. Want WSG heeft in 2011 ruim 750 miljoen aan leningen. En dat betekent omgerekend per woning een schuld van bijna 2 ton. En dat is 3 keer zoveel als bij Vestia en 5 keer zoveel als bij een gemiddelde Nederlandse woningcorporatie. In december 2011 stelt u de heer Erens aan als extern toezichthouder bij WSG. En dit is nodig om het saneringssteuntraject van het Centraal Fonds te kunnen starten. En in uw brief aan de Tweede Kamer, december 2011, staat dat u uitgaat van een saneringssteun van 0 euro. En mijn eerste vraag is: waarop is die 0 euro gebaseerd? Hoe is dat berekend? 2 december is een brief naar de Kamer gegaan die primair de bedoeling had
om WSG te verplichten saneringssteun aan te vragen. Dat was de kern van de aanwijzing. Dat was nodig om te zorgen dat de zaak over kon gaan van het traject van de WSW naar dat van het Centraal Fonds. In de brief wordt niet gezegd dat het 0 euro is. Er wordt gezegd dat er vooralsnog uitgegaan wordt van 0 euro op voorwaarde dat er zo snel mogelijk gehandeld wordt. Dat was mede voorreden waarom die saneringssteun moest worden aangevraagd, omdat dan het plan van aanpak moest worden opgesteld. Ja. U zegt inderdaad wat er in de brief staat, dat het vooralsnog uitgegaan wordt van saneringssteun met een omvang van 0 euro. Maar had u op het moment dat u deze brief stuurde naar de Kamer geen signaal of indicaties dat de saneringssteun wel hoger zou kunnen uitvallen? Nee. Helemaal geen signalen? Dus ik die 0 had geen euro... signalen. Ik begrijp dat daar discussie over is geweest, dat de betrokken corporatie meende dat het hoger zou moeten worden. Maar dat is een punt. Ik ga af van de verwachtingen zoals die door het Centraal Fonds worden aangegeven. Die is belast met de afhandeling. Ja, maar u bedoelt discussie bij de betreffende corporatie, dat speelde toen u die brief stuurde? Heb ik uit de verhoren gehoord. Oh, uit de verhoren. Nou, ik zal een verhoor aanhalen, meneer Doornen, namelijk het verhoor van de heer Ruigrok. Hij was interim bestuurder bij WSG. En hij verklaarde dat voor hem al in december 2011 duidelijk was dat de saneringssteun meer dan 0 euro zou bedragen. En hij stelde dat de financieel toezichthouder, het CFV, een voorbeeld wilde stellen en dat daarom gekozen is voor 0 euro. Kunt u daarop reageren? Nee, dat kan ik moeilijk, want dat betreft de motieven die het Centraal Fonds gehad zou hebben. Maar op zichzelf, dat de onderneming die steun nodig heeft, ja, een andere inschatting heeft over wat ze nodig hebben dan degene die de steun moet geven. En daarbij moet zorgen om de steun zo beperkt mogelijk te houden, is heel begrijpelijk. Ik weet ook dat uit het anticipatiebesluit wat het Centraal Fonds op dat moment nam, dat daarin een heel traject was opgebouwd over de wijze waarop afstand gedaan zou moeten worden van de gronden. Dat onderdeel daarvan was ook een herfinanciering door de Bank Nederlandse Gemeenten. En dat op die basis men in ieder geval ervan uitging dat het nul kon zijn. Niet dat ik dat besluit op dat moment had dat ik het nam, maar dat heb ik ter voorbereiding van dit gesprek heb ik dat in het dossier aangetroffen. Ja. Maar het was u dus toen niet bekend dat het Centraal Fonds bijvoorbeeld een voorbeeld wilde stellen, ook richting andere corporaties? Misschien hoe dat als minister gaat. Je krijgt een brief voorgelegd. En het is niet zo dat ik als daarin staat vooralsnog 0 euro, dan check ik van, althans vraagt de ambtenaar, weet u dat zeker? Maar ik ga het niet zelf narekenen. Ja. En als we het hebben over de heer Ruigrok, die er als interim bestuurder was en die aangeeft dat toen al bekend was dat de saneringssteun zou moeten zijn van meer dan 0 euro. Hij zat toen al op een bedrag van meer dan 100 miljoen. Hoe moeten we dat dan met elkaar rijmen? Dat is een discussie dan tussen de corporatie die steun aanvraagt en het Centraal Fonds. En die discussie was u ook bekend voordat u die brief naar de Kamer stuurde? Die discussie, zoals ik aangaf, was mij niet bekend. Niet bekend? Nee. Maar had u het wel moeten weten? Nee, lijkt me niet. En waarom niet? Omdat als minister je niet alle details van een zaak kunt uitzoeken, dan heb je nog maar best weinig tijd over voor alle andere zaken die een minister moet. Maar meneer Donner, dit is natuurlijk geen detail, want u informeert de Kamer en geeft aan dat het gaat om te verwachten vooralsnog 0 euro saneringssteun. Precies. Terwijl, zoals ik net aangaf, de heer Ruigrok toen al wist dat het meer dan 100 miljoen saneringssteun zou moeten worden. De heer Ruigrok weet het, maar het is hetzelfde als wat waarschijnlijk straks aan de orde komt bij Vestia. Dat daar door de heer De Vries gezegd wordt, als er niet ingegrepen was, dan was het allemaal nul gebleven. Dat is de inschatting die de onderneming maakt op dat moment. Dat betekent niet dat daarmee uitgegaan kan worden van de steun. De Kamer wordt niet ingelicht over de bedragen die in het geding zijn. De Kamer wordt ingelicht over het feit dat er een aanwijzing getroffen wordt. Dat is de reden waarom bij een aanwijzing de Kamer wordt ingelicht. De discussie over WSG liep op dat moment al van voordat ik aantrad als minister. Maar voor ons feitelijk, u wist dus toen ik wist uiteraard niet van het feit dat het meer dan 0 euro zou zijn. Als minister ga je uit van de cijfers zoals de toezichthouder je die geeft.
zou vreemd zijn als de minister anders ging oordelen dan de toezichthouder. Ik ga met u verder. In oktober 2011 krijgen uw ambtenaren van het ministerie een rapport van de toezichthouder Centraal Fonds. Het is een kritisch rapport dat in opdracht van WSG is uitgevoerd en het gaat over het functioneren van het waarborgfonds. Is het bestaan van dit rapport bij u bekend? Nee, althans niet op dat moment. Niet op dat moment? Nee. Dus wanneer bent u er wel van op de hoogte geweest? Dat heb ik uit het vervolg en de verhoren. Uw discussies in de afgelopen tijd gehoord. Okay. Had u dat rapport niet, had u daar niet bekend mee moeten zijn toen nee, u minister was? Het was een rapport, wat ik ook nu begrijp, een rapport wat in opdracht van WSG gemaakt is voor de instanties daar. Wat een beeld geeft over, een oordeel geeft van Deloitte over het functioneren van WSW. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen, de discussie ook bij WSW, waarom wisten wij niet van dat rapport? Maar dat zijn niet de rapporten die aan een minister worden voorgelegd. Maar het gaat over het functioneren van het waarborgfonds. Natuurlijk een van de instellingen in het stelsel, niet de minste. Dat hoef ik u dat denk klopt. Ik niet en te vertellen. Zijn, voortdurend zijn er allerlei stellingen over organen en instellingen in het stelsel. Op het moment dat je daarover beslist, dan is dat aan de orde en zal het ook aan de minister worden voorgelegd. U weet dat er op dat moment een wetsvoorstel bij de Kamer lag om het hele stelsel, dus ingrijpend wat betreft het toezicht, te veranderen. Dus dit is een onderdeel geweest waarvan ik heel wel kan begrijpen dat dat niet aan de minister wordt voorgelegd. Maar dit rapport, in uw woorden, was aan de orde bij uw ministerie, want uw ministerie heeft dat rapport ontvangen. We hebben dat ook tijdens de verhoren met de betreffende ambtenaren gewisseld. Dit rapport gaat over het functioneren van het waarborgfonds, dus ik vraag u nogmaals, had u dat rapport als minister moeten kennen? Nee, minister krijgt niet alle stukken die op een departement komen. Ook niet als het gaat om het functioneren van zo'n belangrijke speler binnen het stelsel van de corporatiesector. Als daar op dat moment binnen het departement was vastgesteld, dit is iets waar nu onmiddellijk op gehandeld moet worden, dan zou de minister dat voorgelegd zijn. Laat ik de vraag dan anders stellen. U was al betrokken bij de corporatie WSG, de problemen die daar waren, de leningen die daar verstrekt waren. Had u daar zelf geen behoefte aan om te weten hoe WSG zoveel leningen geborgd kreeg van het WSG? Op dat moment was ik nog niet betrokken. Formeel ben ik in 2 december betrokken. Er is in dat traject een aantal keer is mij meegedeeld dat de zaak WSG speelde. Op 16 augustus heb ik vragen aan de Kamer beantwoord, waarin aan de orde kwam ook de omvang van op dat moment van wat men verwachtte dat de verliezen zouden zijn. Ik geloof in de orde van 65 miljoen, dat waren vragen van mevrouw Karabulut. Dus daar speelt op dat moment speelt niet daardoorheen de hele vraag van het WSW. Dat is een aspect wat speelt op het moment dat je moet besluiten, zeker over het functioneren van WSW. Maar dat was hier niet aan de orde. Het ging primair om WSG. Welk beeld had u van het functioneren van het waarborgfonds? Ik had een beeld over dat primair het WSW een orgaan is van de corporaties zelf, wat hen in staat stelt om lage rentes te bedingen. De staat is achtervang daarvan. En incidenteel ook andere overheidslichamen. Dat is het moment waarop de staat, althans de overheid, het ministerie, wordt benaderd over toezeggingen die gedaan zijn. Dat was hier niet aan de orde. Was u zich bewust van de cruciale rol die het waarborgfonds speelt als het gaat om het controleren van woningcorporaties op liquiditeitsrisico's? De cruciale rol is het Centraal Fonds, dat heeft de toezichttaak. Het WSW is primair een orgaan tussen de corporaties over het verkrijgen van leningen. Ja, dat dus antwoord kan ik volgen, maar het is geen antwoord op mijn vraag. Het treedt niet op het WSW namens de overheid. Ja, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Meneer Donnek zal mijn vraag herhalen. Was u zich ervan bewust dat het waarborgfonds een, ja, misschien wilde u het woord cruciale rol niet gebruiken, maar dat zij een belangrijke rol speelde als het ging om het controleren van woningcorporaties ten aanzien van liquiditeitsrisico's. Was u zich als minister daarvan bewust? Ik was mij ervan bewust dat het WSW uit hoofden van de functie die men had, toezag inderdaad op voor wat voor leningen wordt borging gevraagd. En dat het tot taak heeft om te controleren of die gelden dan ook daadwerkelijk gebruikt worden voor die bestemming. Nu,
zullen daar in de loop van de tijd, zijn daar missers opgetreden. En een aspect zoals u noemt van Deloitte, een onderzoek dat men vindt dat het te ruim is, dat zal meegespeeld hebben. Als dat daadwerkelijk op dat moment er een besluit over nodig was geweest, had ik zeker op dat moment ook gevraagd aan het WSW om hun kant van de zaak te horen. Dat is je functie als minister. Ik vraag me dan alleen af wanneer dat er actie opgenomen moet. Wanneer is dat dan? Dat bepaalt uiteindelijk de minister? Op dat moment was het hele systeem voorwerp van wijziging op grond van de herziening van de wet. In dat kader had die discussie kunnen spelen. Op dat moment was mogelijk dat rapport ook aan mij voorgelegd. Dat is een logisch moment om het te doen. Tijdens de openbare verhoren die wij hier gehad hebben, is meerdere malen naar voren gekomen dat de samenwerking tussen het Centraal Fonds en het Warburgfonds, dat niet soepel verliep. Ik verwijs daarmee ook naar een kritische mail van de heer Van der Molen, de directeur van het Centraal Fonds, die dus ook reageert naar aanleiding van dat rapport over het functioneren van het Warburgfonds bij de corporatie WSG. En als je die mail leest, dan lees je behoorlijke kritiek op het functioneren van het Warburgfonds. Was u als minister op de hoogte dat de samenwerking tussen het Centraal Fonds en het Warburgfonds niet soepel verliep? Dat punt heeft men in de overleggen die ik met beide instanties heb gehad, niet aan mij voorgelegd. Is het niet aan mij? Niet aan mij voorgelegd, nog door één van deze organisaties aan mij voorgelegd. Er is op een gegeven moment, ben ik vooral bij de samenwerking tussen de twee betrokken geweest in de discussie over Vestia. Dit is een punt waarvan ik ook begrijp dat er op een goed moment irritatie is ontstaan bij het Centraal Fonds, met name naar het departement toe, over de vraag wie nu eigenlijk het voortouw zou moeten hebben, en dat men vond dat anderen zich te veel daarmee bemoeiden. Maar dat zijn niet elementen die onmiddellijk, als er een mail binnenkomt, aan de minister worden voorgelegd. Het is niet aan u voorgelegd, zegt u, dus door het Centraal Fonds of het Warburgfonds, maar ook niet door uw eigen ambtenaren? Nee, ook niet door mijn eigen ambtenaren. Als alle mails die op het departement binnenkomen aan mij voorgelegd worden, dan kan ik maar een fractie van doen van wat de minister moet doen. Maar het gaat natuurlijk niet om alle mails. Het gaat erom dat de samenwerking niet goed verloopt tussen die twee belangrijke spelers. Dat klopt. En dat signaal heeft u nooit bereikt. Dit soort signalen van een ambtenaar van het fonds die geïrriteerd is over de zaak. Als de heer Van der Molen meende dat dit een punt was dat de minister had moeten zien, dan was het zijn verantwoordelijkheid geweest om dat onder aandacht van de minister te brengen. Hij treedt op in deze uit hoofde van een wettelijke taak die hij heeft en heeft te maken met de minister. Dus u zegt dat de heer Van der Molen, de directeur van het Centraal Fonds, het bij de minister had moeten... Als hij het zodanig van belang vond, dat het, dus het functioneren van het stelsel daardoor in moeilijkheden kwam, was het zijn taak geweest om dat aan mij voor te leggen. Op dat moment hadden waarschijnlijk mijn ambtenaren het ook aan mij voorgelegd. Maar de heer Van der Molen, ik verwees net al naar zijn mail, in ieder geval de mail die gaat over het Warburgfonds, dat is met uw ambtenaren gedeeld, met meerdere ambtenaren. Dat kan best. Maar dat had dus bij u terecht moeten komen. Nee, niet alles wat bij ambtenaren terechtkomt, komt bij de minister terecht. Anders kunt u geen ministers meer vinden, want dan heb je supermensen nodig. Ja, maar meneer Donner, zoals ik net aangaf, het gaat niet om zomaar iets. Het gaat om het functioneren en de samenwerking tussen twee belangrijke spelers. Het gaat om de totale stroom van zaken. Daarin speelt deze mail, het is een mail, het is ook niet verder, zijn het brieven of zoiets, het is een mail die gewisseld wordt. Zegt u daarmee dat als de heer Van der Molen het in een brief had gegoten, dat u het dan wel als had de heer Van der Molen bereikt? Het zodanig vond dat hij op dat moment zei, luister eens, hier raakt het systeem in het ongereden, dan is het zijn verantwoordelijkheid om dat aan het departement te melden, aan de minister te melden. Nu gaat het om een discussie waar inderdaad men op ambtelijk niveau kennis van genomen heeft. En een departement zal zo moeten functioneren dat zij dan zullen zien van is dit nu iets waardoor het systeem niet meer kan functioneren of niet. Maar ik vind dus wel de samenwerking tussen het Centraal Fonds en het Warburgfonds dat wel iets is waar de minister over gaat. Is van belang. Als daar zodanig fricties ontstaan dat dat niet meer kan, dan hoort de minister dat te weten. En dan horen ze beide instanties dat aan de minister te melden, maar in ieder geval het Centraal Fonds. Dank mevrouw Hashi. Meneer Groot heeft een aanvullende vraag op dit punt. Ja, ook nog even over WSG. U zegt u had geen signalen dat er saneringsteun van meer dan 0 euro nodig was. In diezelfde brief aan de Kamer meldt u ook dat geen solvabiliteitsproblemen zijn bij WSG.
Maar hoe valt dat te rijmen? Want zoals mevrouw Hasje al heeft opgemerkt, er is sprake van 2 ton schuld per woning. Hoe kunt u dan schrijven dat er geen problemen zijn met de solvabiliteit bij die woningcorporatie? Die problemen waren er wel degelijk en is de Kamer hier niet dan toch op het verkeerde been gezet? Kijk, voor de Kamer is bij dit soort zaken van belang dat er een aanwijzing wordt gegeven. De financiële problematiek is primair een problematiek die door de sector wordt opgelost. Als het gaat om de solvabiliteit ga je uit van het individueel oordeel wat gegeven is. En daar is inderdaad een discussie later ook over ontstaan. Maar op dat moment had het Centraal Fonds niet het beeld, althans heb ik niet gekregen, dat de solvabiliteit in het geding is. In deze handelt de minister primair als verlengstuk ook van de toezichthouder. Mm-hmm. Niet als een eigen functie, althans met een eigen functie in het gedeel. Hij geeft de aanwijzing, maar doet het in dit soort situaties op verzoek, op aandringen van het Centraal Fonds. In dit geval waren dat het WSW en het Centraal Fonds samen die meenden dat dit moest. Mm-hmm. Maar de minister is toch verantwoordelijk ook voor het Centraal Fonds en het ministerie beoordeelt toch ook de informatie die vanuit het Centraal Fonds komt? Als minister is die verantwoordelijk voor staatsrechtelijk voor het hele systeem. Daar is geen discussie over. Maar dat betekent niet dat de minister überhaupt fysiek in staat is om bij dit soort zaken, van al deze zaken, kennis te nemen, nog afgezien van het feit dat de minister, zoals gezegd, hier een wettelijke toezichthouder heeft. Die heeft taken dat als die met het oordeel komt, enerzijds, vooralsnog denken wij dat het tot nul beperkt kan worden, dat de minister dan niet een eigen oordeel daarvoor in de plaats stelt. Want de basis voor de hele zaak was een aanvraag van saneringssteun ten einde het Centraal Fonds in staat te stellen om een plan van aanpak van de woningcorporatie te vragen. Dat was mede naar aanleiding van het verzoek van WSW. Het ministerie maakt dus geen eigen beoordeling van informatie die vanuit het CFV komt. Niet in dit soort zaken waar het heel specifiek gaat om het overdragen van de zaak van de een naar de ander. De Kamer was al bekend, zoals gezegd, dat er veel grotere verliezen waren. Hier ging het uitsluitend om de vraag, moet het saneringsfonds worden aangesproken? Mm-hmm. Dat daar de woningcorporatie een ander oordeel heeft dan de toezichthouder, sluit ik niet uit. Maar de Kamer, krijgt nu te horen dat er geen saneringssteun nodig is en dat de solvabiliteit van WSG op orde is. Terwijl beide gevallen dat bezijden de feitelijke waarheid is. In de eerste plaats, de bedragen die in het geding zijn, zijn niet in de eerste plaats de reden waarom de Kamer wordt ingelicht. Want de staat is hier niet bij betrokken. Het gaat om gelden binnen het systeem zelf. Maar de Kamer is precies ingelicht over, zoals het op dat moment gold, vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het beperkt kan worden tot 0 euro, maar dan moet er wel onmiddellijk gehandeld worden. Mm-hmm. Achteraf is gebleken, maar dan heb ik het over wat na mijn ministerschap is gebeurd, dat het niet mogelijk is gebleken om het in de vaart af te stoten die men hoopte dat het zou kunnen. Maar uit de stukken begrijp ik ook dat er nog in oktober 2012, toen een beslissing genomen is door het Centraal Fonds om 21 miljoen euro saneringssteun te geven. Dus ook nog niet de bedragen die u noemt. Dat is inderdaad op het eind vastgesteld. Maar op het begin, als je aan zoiets begint, ga je niet uit van het hoogste bedrag dat in het geding zou kunnen zijn, maar ga je uit van wat op dat moment de inschatting is. Ja. Althans, als toezichthouder. En uiteindelijk is er meer saneringssteun naar WSG gegaan, naar verhouding nog, dan zelfs naar Vestia is gegaan. Dat is best mogelijk, maar dat moet u dan uit het proces verklaren. Maar dat doet er niet aan af dat de mededeling op 2 december berustte op een inschatting zoals die op dat moment bestond van de toezichthouder en de minister heeft in dat opzicht geen eigen oordeel. Mevrouw Hasje, u vervolgt. De commissie die heeft in de verhoren ook aandacht besteed aan woningcorporatie Rentree uit Deventer. De Tweede Kamer roept u, meneer Donner, in een aangenomen motie van november 2011 op om te bevorderen dat 2 medeverantwoordelijke leden van de Raad van Toezicht van Rentree hun functie ter beschikking stellen. U stelt dat
de trias politica ervan uitgaat dat de Kamer, de wetgever, niet oordeelt over personen. En ik citeer uit het oogpunt van zelfbescherming voor de Kamer, van de Kamer, ontraadt u de motie. Waarom zou de Kamer zich niet mogen uitlaten over het functioneren van individuen? De Kamer is geen rechter. Dan dreigt het een veemgerecht te worden. En dat was in dit geval, dreigde dat ook. Het ging om twee personen die vlak voor het aftreden van de anderen waren aangetreden, bij wijze van overgang, die voor zover na te gaan viel en ook achteraf na te gaan is gebleken, volstrekt niet betrokken waren bij de besluitvorming zoals die had plaatsgevonden en die in het geding was. Dus de Kamer oordeelde hier op basis van een emotie. En zo oordeel je niet over mensen. En dat was de reden waarom ik de motie heb ontraden en vervolgens de motie ook niet heb uitgevoerd. Maar is het niet zo dat regelmatig moties worden ingediend over het dysfunctioneren van individuen? Waarom zou dat in dit geval dan niet kunnen? Want staatsrechtelijk, want ik heb het idee dat u zich daar ook niet of het in andere gevallen wel kan. Maar beroept u zich nu op het staatsrecht of niet? De Kamer neemt moties aan bij velen. Maar de functie van de Kamer is om de regering te controleren. En niet om te oordelen over personen. Maar ik zou toch graag een helder beeld willen hebben van uw argumentatie. Beroept u zich nu op het staatsrecht, dat u zegt van de Kamer is geen rechter? Of zegt u nou in dit specifieke geval, rantree, is het niet gepast? Of in ieder geval was u van mening dat de Kamer zich daar niet over zou kunnen uitspreken? Het ging mij niet, het ging mij, zoals u ook kunt lezen, om in het algemeen de Kamer geen gerecht is dat oordeelt over fouten van mensen. Waarom baseert u die uitspraak? Of is dat gewoon uw mening? Dat is mijn mening. Okay. En dat is mijn oordeel en mijn inzicht in de staatsrechtelijke verhoudingen. En dat het misgaat als de Kamer dat te veel doet. En dan mensen onrecht wordt aangedaan. Okay. Maar je bent het wel met mij eens dat staatsrechtelijk de Kamer wel degelijk moties kan indienen, ook over individuen? Ik weet niet staatsrechtelijk. Ik constateer dat de Kamer over veel dingen moties indient. Uw voorganger, minister Van der Laan, heeft in het geval van Woonbron, dat stoomschip de Rotterdam, wel gehoor gegeven aan een vergelijkbare Kamermotie om als minister te bewerkstelligen dat een raad van commissarissen aftreedt. Wat vindt u daarvan? Ik kan mij heel wel voorstellen in de situatie van Woonbron dat een minister, althans dat in dit geval minister Van der Laan, los van de motie daarom vraagt. Ik weet niet of dit een causaliteit aangeeft dat hij het gedaan heeft vanwege de motie of dat hij dat meende vanwege de situatie. Idem dito is er in de zaak van WSG is de bestuurder, maar vervolgens zijn ook de commissarissen afgetreden. Dat had in die situatie ook mijn volle instemming. Maar ook in deze geval situatie gaat het mij erom, de Kamer moet, en deze motie ging over een oordeel dat de Kamer zich vormde over betrokkenheid van twee commissarissen. Dat is niet de functie van Kamer. Dan heb je als mens heb je in ieder geval wederhoor te betrachten als je oordeelt over mensen. Maar de Kamer had dit hier niet gedaan. En daarom heb ik aangegeven, dit is niet wat de Kamer zou behoren te doen. En daarom heb ik de motie ook niet uitgevoerd. Ja. Uw mening is helder, maar het is dus wel in die zin een verschil met hoe minister Van der Laan hiermee omgegaan is. Onder andere omstandigheden. En ook wat dat betreft bij rentree zijn de andere commissarissen zijn wel op aandringen, geloof ik ook van de minister, afgetreden. Maar bij deze twee was daar geen aanleiding voor. Dat is ook nadien, is dat niet verder aan de orde geweest. Er is, geloof ik, nog door minister Spies, die heeft rentree benaderd. De commissarissen hebben ook aangegeven dat zij geen aanleiding zagen om hun ontslag in te dienen. En daarmee was de zaak afgelopen. Ja, maar heel even terug naar uw positie daarin. U was dus van mening dat ingrijpen bij rentree dus niet nodig was? Er is ingegrepen bij rentree. Het ging heel specifiek om twee commissarissen die daar opgetreden waren vlak voordat moeilijkheden ontstonden. Die daar dus helemaal niet bij, althans voordat de anderen aftraden. Die dus volstrekt ook niet betrokken waren geweest bij de besluitvorming die mis was gegaan. En derhalve bleek uit niets dat zij dysfunctioneerden. En dat hele aspect heb ik de Kamer voor ogen gehouden. De Kamer heeft desondanks gemeend de motie te moeten aannemen. Wat mij bevestigt in mijn mening. Bij de indiening van dezelfde motie roept Kamerlid Jansen, de minister, u dus op om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de nieuwe Raad van Toezicht van rentree ertoe te bewegen het verdampte geld terug te halen bij de persoon die dit probleem veroorzaakt heeft.
U ontraadt, zoals gezegd, de motie, maar zegt wel toe dat u zich zal verstaan met de Raad van Toezicht en zal nagaan wat de mogelijkheden zijn om het geld terug te krijgen. Hoe heeft u invulling gegeven aan deze toezicht? Volgens mij op ambtelijk niveau is daar ook de corporatie over benaderd. Ik geloof zelfs, maar dat zou ik niet weten, dat moet ik nagaan, dat er ook nog een vordering is ingediend tegen het patroon. Maar dat weet ik niet. Dat is in een aantal andere gevallen wel gedaan. Bijvoorbeeld bij WSG zijn er wel dergelijke vorderingen ingesteld. Dus u heeft niet zelf contact opgenomen met de Raad van Toezicht? Hebben uw ambtenaren gedaan in uw periode? Dat neem ik aan. Want deze zaak speelde in de zomer. Ja, u weet het niet zeker. Het is natuurlijk wel een duidelijke toezegging die u als minister richting de Kamer doet. U was dus niet meer betrokken bij Dan is die ook uitgevoerd. Maar u was daar zelf niet bij betrokken? Nee, ook daar heb je een ambtelijk apparaat voor tal van zaken die je aan de Kamer toezegt om die uit te voeren. U kunt geen ministers meer vinden als ze alles zelf moeten doen. Maar ik kan me voorstellen, als je als minister een toezegging doet aan de Kamer, dat je zelf betrokken blijft of daar... Het gebeurt bijna nooit. Bijna nooit zelfs? Daar heb je een ambtelijk apparaat voor. Heeft u naar uw beleving er alles aan gedaan om deze toezegging na te komen? Ik kan me dit niet meer herinneren, maar ik neem aan van wel. U kunt het zich niet herinneren? Ik kan me dit op dit moment niet herinneren. Want u zegt het aan de Kamer toe, dat u er alles aan zou doen. Klopt. En ik heb u net aangegeven dat ik ervan uitga dat het dan uitgevoerd is. Dus uw ambtenaren hebben er alles aan gedaan? Dan neem ik zonder meer, althans nee, wat er is toegezegd, namelijk de corporatie benaderen of er mogelijkheden zijn om het terug te vorderen. Dat is dan vervolgens verder niet een zaak van de overheid. Dan is dat bij de corporatie onder de aandacht gevraagd of die mogelijkheid bezien is. Maar het is verder de verantwoordelijkheid van de corporatie om een vordering in te stellen. Daar gaat de overheid niet over. De Tweede Kamer die ontvangt van uw opvolger, mevrouw Spies, op 22 december 2011 een brief waarin staat dat er ambtelijk contact met de rentree op 19 december heeft plaatsgevonden. Dat is dus na uw vertrek. Maar dan is het dus uitgevoerd. Het is niet zo dat het eerste wat mevrouw Spies deed, dat was maandag, om te zeggen, ga naar rentree. Maar u heeft die toezegging richting de Kamer gedaan. Maar daar is pas wat mee gedaan na uw vertrek. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Nou ja, zoals ik aangaf, er is bij de ambtenaren onder de aandacht. En dan zullen die daar de corporatie over benaderd hebben. En ik begrijp uit uw brief dat dat bevestigd is. Dus het was niet zo dat u rentree niet urgent genoeg vond? Nee. Maar er speelde op dat moment tal van zaken. Dus dit had niet uw prioriteit? Om daar zelf bij betrokken te blijven? Nee, dat gaf ik u al aan. Ik had nog een aantal andere onderwerpen in mijn dossier ook. En moest vrijwel permanent in de Kamer aanwezig zijn. Als u dan verwacht dat we ook nog alle corporaties in het land regelmatig afreizen, dan is dat niet zo. Speelde daar ook nog mee dat uw vertrek aanstaande was richting de Raad van State? Ook in uw prioriteit of wat u dan aan uw ambtenaren overliet en wat niet? Ik weet niet, in welke periode heeft u het over dat de motie over rentree werd aangenomen? Periode december 2011? Inderdaad, vanaf december, te begin december, had ik het vermoeden dat de ministerraad mij zou voordragen als vicevoorzitter van de Raad van State. En heb ik wel prioriteiten moeten stellen ten aanzien van wat ik nog wel kon afdoen en wat ik niet kon afdoen. Maar uit het latere verslag begrijp ik dat de ambtenaren wat dat betreft, zodra die druk weg was, vrij snel rentree er wel over benaderd hebben. Ja, met uw opvolger? Nee. Nee, maar toen was uw opvolger. Maar toen was mijn opvolger was verantwoordelijk, was uiteraard onder haar verantwoordelijkheid vielen. Ja. Maar het is niet zo dat u kunt construeren dat ze het pas deden omdat mijn opvolger daar een opdracht voor gegeven had. Dank mevrouw Hachier. Het woord is aan collega Groot. Ja, voorzitter. Er was veel aan de hand en in die tijd. En een van de onderwerpen was het toezicht. En daar zou ik u graag wat vragen over willen stellen. Om te beginnen, kunt u in het kort uw visie verwoorden op de rijkwijde van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het functioneren van het stelsel van woningcorporaties? De minister is
aanspreekbaar op het functioneren van het stelsel. En is als onderdeel van de regering, heeft het in zijn vermogen om wijzigingen in het stelsel voor te stellen. En daar kan de Kamer hem dan ook op aanspreken. Dus dat is wat de verantwoordelijkheid in die zin is. Als u vraagt, is een minister betrokken bij alle toezichtshandelingen, alle feiten van toezicht, dan is het antwoord nee. En als het gaat om het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties, valt dat ook onder de ministeriële verantwoordelijkheid? Het volkshuisvestelijk toezicht is een wat volgens de wet ligt bij de minister. En wat ook naar mijn mening hoort bij de minister en de gemeente. Dat was een discussie, onder andere in het wetsvoorstel dat ik naar de Kamer heb gestuurd. Op basis van de voorstellen die minister Van der Laan daarvoor had voorbereid en naar de Raad van State had gevoerd. Hij had, onderdeel daarvan was, het voorstel om ook het volkshuisvestelijk toezicht over te dragen naar een zelfstandig bestuursorgaan en daarover te laten oordelen. Ik meen dat dat niet juist was. Ja, over die herzieningswet, daar komen we nog over te spreken. Maar eerst even nog verder op het volkshuisvestelijk presteren. Volgens artikel 33 van het BBSH heeft de bewindspersoon met de portefeuille volkshuisvesting de wettelijke plicht zich jaarlijks een oordeel te vormen over de werkzaamheden van de toegelaten instellingen, dus de corporaties. Dat wist u, dat weet u? Ja, en dat oordeel werd dan ook meestal in een jaarlijkse brief aan de Kamer meegedeeld. Ja, dan gaat het over de jaarlijkse individuele oordeelsbrieven over de woningcorporatie, over de uitgevoerde werkzaamheden. Maar de Algemene Rekenkamer die heeft recent in een rapport geconcludeerd dat in die individuele oordeelsbrieven dat daar niets wordt gezegd over het functioneren en het maatschappelijk presteren van corporaties op 5 van de 6 prestatievelden in het BBSH. Er is op dat wist terrein, u dat er zo beperkt wordt? Het heel specifieke functioneren van wat, hoe corporaties presteren wat hun taak betreft op punt van huisvesting, is veel meer ook een zaak van de afspraken die met gemeenten daarover gemaakt worden. Die hebben er zicht op wat iedere corporatie toezegt en wat er dan opgeleverd wordt. Dat werkt vrij adequaat. En daar zal een minister, daar zie ik ook niet, dat er centraal een minister daar nog weer overheen moet gaan. Dat zou ook niet kunnen, want dat is een grote variëteit van afspraken die gemaakt worden in gemeenten met 400 woningcorporaties. Derhalve zal per definitie het oordeel een meer globaal karakter hebben, zoals dat gegeven wordt ook aan de Kamer. Daar is de minister ook op aanspreekbaar. In de afzonderlijke oordelen over de corporaties is in de loop van de tijd zijn een aantal punten genoemd, het financieel, de soliditeit, de solvabiliteit, maar ook de governance en andere aspecten komen daarin aan de orde. Natuurlijk is het logisch dat de gemeenten er ook wat vinden, maar volgens artikel 33 van BBSH moet de minister zich toch ook een oordeel vormen over het volkshuisvestelijk presteren van corporaties. En als dan de oordeelsbrieven eigenlijk beperkt blijven, zoals de Rekenkamer constateert, tot één prestatieveld, dat is namelijk de financiële continuïteit, en dat er niets gezegd wordt over de andere prestatievelden. Op dat punt is de Rekenkamer dan ook mis. Want als u de individuele oordeelsbrieven ziet, ziet u dat niet alleen de continuïteit aan de orde is, maar ook andere aspecten, de governance. Maar niet wat de Rekenkamer denkt dat erin moet staan. Namelijk, althans, dat leid ik eruit af. Want voor het overige, ik heb dat rapport ook bekeken, het is meer een beschrijving van de ontwikkeling in de loop van de tijd. En dan wordt er geponeerd dat het onvoldoende is, maar het valt niet uit af te leiden aan welk kader dat afgemeten wordt. De wet eist een oordeel van de minister geeft dat aan de Kamer. Ik constateer ook dat er al sinds 20 jaar de Kamer en de minister het daarover eens zijn, over dat het oordeel is zoals de wet dat vraagt. En dat is ook de reden waarom dat wel onderwerp is geweest van
de wijzigingen zoals die zijn ingediend. En de reden waarom ik meende dat dat niet naar een onafhankelijke autoriteit moest. Mm-hmm. Want daarmee was het ook uit handen van de gemeente gehaald en uit handen van de Kamer gehaald. U deelt, om kort te gaan, niet de conclusies van die de Ekenkamer heet act. Ik heb ook niet de indruk dat het conclusies zijn. Het is meer een stelling die niet verder geaccentueerd wordt. Hetzelfde onderwerp komt aan de orde in de studie van de heer Hoekstra, naar aanleiding van Vestia. En die geeft aan hoe het wellicht beter gedetailleerd zou kunnen worden. Maar die geeft ook aan dat primair als het gaat om de prestaties van corporaties, dat ligt bij de gemeente. Uw voorganger, minister Van der Laan, die had het Sint-Aalf-fonds juist om invulling te geven aan dat artikel 33 van het BBSA, het Sint-Aalf-fonds gevraagd om ook meer informatie te verschaffen over het maatschappelijk presteren van woningcorporaties, zodat de minister die kon gebruiken, verwerken en in zijn oordeelsbrieven. En uiteraard is de minister ook verantwoordelijk voor het functioneren van het Sint-Aalf-fonds. De Algemene Rekenkamer die concludeert dat er in de periode van Van der Laan dat er wel invulling is gegeven aan die wettelijke taak om een oordeel te vormen over het functioneren van woningcorporaties. Maar u draait die extra informatievoorziening vanuit het Sint-Aalf-fonds weer terug. Waarom deed u dat? Nee, mede vanwege het voorstel van herziening dat ik gedaan had naar de Kamer, waarbij ik meende dat dat niet hoorde bij het Centraal Fonds, want dat dit voorwerp zou moeten zijn van een discussie op gemeentelijk niveau en met het Rijk. Mm-hmm. Dat er in het jaar dat ik daarvoor verantwoordelijk ben geweest minder het totale prestaties aan de orde zijn gekomen, is vanwege de bijzondere omstandigheid dat in dat jaar, ook al iets eerder en ook daarna, de hele woonmarkt stil lag en de bouwmarkt stil lag. Mm-hmm. Vanwege de crisis. Dat is waarom in dat jaar ik ook niet gelukkig met allerlei verwikkelingen rond woningcorporaties misschien betrokken ben geweest. Omdat er bijster weinig gedaan werd. Dat was de grootste zorg, ja. Ook in de Kamer. Maar nog even terug naar die oordeelsbrieven. Als die informatie over het functioneren van die woningcorporatie meer komt vanuit het CFV, hoe kunt u zich dan nog een beeld vormen van wat dat woningcorporaties presteren? Dat is beperkt en dat was de reden waarom... Dat is beperkt. Dat is de reden waarom... Dat was het systeem zoals de wetgever dat had opgezet onder de oude woningwet. Dat was de reden waarom ik ook met voorstellen kwam om dat te herzien. Maar de waarin daar ook op dat terrein... De wet schrijft voor dat de minister zich een oordeel vormt over het functioneren van woningcorporaties. En de minister heeft... En als je dan de informatie daarvan niet krijgt, niet hebt, want het ministerie had die capaciteit ook niet, waar baseert u dan uw oordeel op? De minister heeft dat oordeel iedere keer gegeven en hij berust dat oordeel inderdaad op het beeld wat hij krijgt van de periodieke visitaties die er plaatsvonden van de woningcorporaties. Eens in de 4 jaar werden alle corporaties gevisiteerd. De beelden die hij krijgt ook van overleg bij de gemeente. De beelden die ik ook had van de wijze waarop woningcorporaties betrokken waren bij de hele reële problemen, bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid, die aan de orde kwamen. En waarin je constateerde dat men ook op dat terrein zijn verantwoordelijkheden waarmaakte. Mm-hmm. Derhalve, dat is een veel gedetailleerder beeld wat je dan hebt. Dat zijn een tal van bronnen die daar spelen. En derhalve kun je heel wel daar een oordeel over krijgen. Maar het eerste oordeel daarover ligt bij gemeenten. Want die hebben zicht op wat woningcorporatie doet. De heer Van Giessen zei van, ja, dat werkt volgens een piepsysteem. Als er niet geklaagd wordt, dan gaat het blijkbaar goed. En ik zeg niet anders. Inderdaad, en dat is ook... Dat is de verantwoordelijkheid ook van gemeenten. De gemeenten weten dat, worden daar ook op gewezen dat dat hun taak is. Gemeenten handelen ook op basis van aanbiedingen van woningcorporaties. En gemeenten zijn wat dat betreft in eerste instantie derhalve ook degene die een woningcorporatie erop aan zullen spreken. Dus ik zie niet waar het Rijk anders dan globale oordelen kan hebben. En die werden de Kamer geboden over inderdaad de totalen die geproduceerd werden.
en soms beelden van nevenactiviteiten die niet waren toegestaan. We hebben verschillende malen gezien dat interne toezichthouders zich ook behoepen op die oordeelsbrieven. Hè? Het gaat toch goed? Maar ik begrijp van u, die oordeelsbrieven, dat zijn zeer globale oordelen basis van een piepsysteem. Nee, de oordeelsbrieven voor het grootste deel, en nu haalt u twee dingen door elkaar. Als intern in dit soort zaken er beroep gedaan werd op de oordeelsbrief, dan was dat vooral vanwege de financiële aspecten. En die kwamen grondig aan de orde per corporatie in de brief op basis van de informatie die ik van het Centraal Fonds kreeg. Ook daar ben ik, in het licht van mijn ervaring bij de WSG-zaak, heb ik op een gegeven moment aangegeven dat het continuïteitsoordeel, dat beter geschrapt kon worden, omdat dat berustte op een systeem van T-1, T-2, en derhalve ook extern, in dat geval waren het de gemeente en de provincie, op het verkeerde been kon zetten ten aanzien van op welk moment dat oordeel gold. Want het is niet een oordeel real-time over op het moment van het oordeel. Het is een oordeel op basis van een jaarverslag over een voortgaand jaar en een oordeel dat gemaakt wordt over de solvabiliteit die daaruit voortvloeit en de continuïteit. Nou, dat gaf in dat geval, kreeg ik het bericht dat dat verwarring opleverde. Dat is de reden waarom ik op dat punt heb gezegd, laten we dat nu niet doen in afwachting van de herziening van de wet, waardoor het systeem anders zou kunnen gaan. Maar kortom, de minister is verantwoordelijk voor het volkshuisvestelijk presteren van woningcorporaties, maar dat is op basis van globale informatie, op basis van visitaties eens per 4 jaar. Hij is verantwoordelijk dat het systeem functioneert zoals de wetgever dat heeft beoogd. En daar is op dit punt steeds primair de verantwoordelijkheid bij gemeente geweest. Dat is ook de verandering geweest. Aanvankelijk lag het geheel bij gemeente. Vervolgens is bij de wetswijziging die in het begin plaatsgevonden is de globale verantwoordelijkheid naar de minister gegaan, zodat hij daar ook op aanspreekbaar was als er zaken misgingen. Maar het is niet anders geweest dat daarmee niet het presteren primair verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid werd. Dat is bij de gemeente gebleven en ik meen dat dat ook de juiste keuze is geweest. En de Kamer is na 20 jaar mee akkoord gegaan. Meneer Grootheer Mulder heeft een aanvullende vraag. Ja, voorzitter, dank. En nog even heel duidelijk. U zegt, ja, eigenlijk moet de gemeente beoordelen of een corporatie goed presteert. En collega Groot zei het al, ja, daar was sprake van een piep. Systeem. En de gemeentes hebben maar 1 keer bij de minister geklaagd van dit gaat niet goed. Dan blijkt ook op lokaal niveau dat er nog niet in de helft van het aantal gevallen prestatieafspraken worden gemaakt. Visitaties zijn niet verplicht. En u zegt ja, dat was het systeem. That's it. Ja, dat was ook de reden waarom er een herzieningswet lag om op dat punt het toezicht aan te scherpen. Maar als minister, als je aantreedt, heb je te maken met het systeem zoals het is gegroeid in de loop van de tijd. Ik constateer wel dat uiteraard gemeenten in deze, want dat was een onderdeel van de wetsvoorstellen ook, corporaties beperkt zouden worden tot de gemeente. Daarmee is de gemeente, als het gaat om wat presteren ze op het terrein van bouw, is de gemeente de meest geëigende autoriteit om dat te beoordelen. En zul je als minister op dat punt afgaan op de geluiden die je hoort, naast de periodieke visitatie. Begrijp ik nou goed dat u dat piepsysteem niet goed vond en dat u daarom een nieuwe wet kwam om dat op te lossen? Het hele toezicht, ook zoals de heer Van der Laan dat aangetroffen had toen hij minister werd, werd in de wet anders opgezet. Ik heb daar een aantal wijzigingen in aangebracht, maar in beginsel die wet gewoon voortgezet. Kortom, wat dat betreft was het toezicht voorwerp van wijziging in de wet. Maar in een rechtsstaat ben je als minister gehouden om uit te gaan van een systeem zoals de wet dat opgezet heeft. En dat was in dit geval maar de minister, althans ook het Rijk, op afstand. Dus ik begrijp ik u nou goed dat u zegt dat piepsysteem, dat was niet ideaal. Daarom kwam ik met een wetswijziging
om dat te veranderen, dat het systeem wel zou werken? Het hele toezicht was niet ideaal. Dat was de reden waarom dat ook een van de belangrijke redenen was om te komen tot herziening van de wet. Maar zolang die wet niet is aanvaard, ben je gehouden aan de oude wet. Ja, en die oude wet, en collega Groot citeerde dat al, artikel 33 van het BBSH, daarin staat dat de minister zich jaarlijks voor 1 december een oordeel vormt over de werkzaamheden van toegelaten instellingen. Was hij daar nou toe in staat, vond u zelf? En dat deed de minister dus ook, onder andere op basis van de individuele oordeelsbrieven en op basis van de beelden die hij kreeg van, zoals gezegd, gemeente en andere bronnen. En u vond dat u met de beelden die u kreeg en andere bronnen, dat u dat goed in kon vullen? Dat was ook het oordeel van minister Van der Laan geweest. Daar kun je niet voldoende toezicht op uitoefenen. Derhalve zal de wet op dit punt gewijzigd moeten worden. En dat was dan ook het voorwerp van het voorstel om de wet te wijzigen. Dus als deze wetswijziging doorgang had gehad, dan was het allemaal goed gekomen? Toezicht was op een andere wijze opgezet. Of het allemaal goed gekomen was, daar zijn we in deze wereld nooit zeker van. En u zei, ik had een globaal beeld. Is dat dan voldoende voor een minister om systeemverantwoordelijker te zijn? Enerzijds heb je de individuele oordeelsbrieven per corporatie. Daarnaast het globale beeld over een oordeel vormen over hoe de sector functioneert. Het oordeel wat geleidelijk gegroeid was op het punt van het toezicht, maar ook op het punt van het volkshuisvestelijk presteren, was geëvolueerd. Was al sinds 5 jaar aan het evolueren. Met betrekking tot de wijze waarop nevenactiviteiten verricht konden worden. Met betrekking tot de wijze waarop corporaties betrokken waren bij stadsvernieuwing en wijkvernieuwing. Dat is een evolutie geweest, zoals die heeft plaatsgevonden, eigenlijk vanaf 2002. Op dat punt, juist omdat die evolutie plaatsvond en omdat ik verwachtte dat er een veel verdergaande evolutie plaats zou vinden, omdat de hele woningmarkt en de bouwmarkt aan het veranderen waren, vond ik bij uitstek dat dat dus een kwestie was waar je politiek voor verantwoordelijk, ook als het gaat om het toezicht, voor verantwoordelijk moest zijn en niet een zelfstandig bestuursorgaan die alleen maar via algemene regels daarop aangesproken kan worden. U zei ook dat u het niet eens was met de Algemene Rekenkamer, want er was eigenlijk geen kader om te toetsen of het volkshuisvestelijk op orde was. Is dat nou niet juist het probleem, dat er geen kader is? Ik zeg niet dat ik het niet eens ben. U presenteert de Rekenkamer als een conclusie. Ik constateer gewoon dat de Rekenkamer in het stuk zelf niet aangeeft wat het kader is waarop zij beoordelen dat het voldoende of onvoldoende was. Denhalve hetzelfde probleem, maar de Rekenkamer stelt het is onvoldoende geweest. Maar stelt dat. Ik krijg de indruk, meneer Donner, dat u het eigenlijk wel plezierig vindt om die corporaties een beetje op afstand te houden, want je zou er maar verantwoordelijk voor zijn. Klopt dat? Ik denk dat inderdaad, dat was mijn totale beeld van het systeem, dat inderdaad, en dat dat ook de keuze is geweest die de wetgever gemaakt heeft in de jaren 94, 95 met de bruteringsoperatie en vervolgens met de nieuwe woningwet, dat de hele sector op afstand geplaatst zou worden. Dat nu juist niet opnieuw de overheid daar middenin de beslissingen zou moeten zitten. Want daar de vorige enquête over de hele woningbouwsector ging nu juist over alle fraudes en alle problemen die ontstaan waren uit een veel te grote betrokkenheid van de overheid daarbij. En dan zit artikel 33 van het BBSH u eigenlijk als minister een beetje in de weg. Nee, dat gaf nou precies aan waar het om ging. Als minister heb je je een oordeel te vormen over hoe het functioneren gaat. De Kamer heeft dat voortdurend ook met de minister gewisseld en daar is niet een ander standpunt in genomen. Dat er iets anders nodig was, was duidelijk en dat is de reden waarom er een herziening van de wet is. Goed, dank meneer Muller voor uw informatie, meneer Donner. Artikel 33 van het BBSH, daar staat geen rol in voor gemeenten. Wacht u. In artikel 33 BBSH
Die grondwet voor de corporaties, daar staat niks in over gemeenten. Dat klopt. En dat is dus, het is een globale bepaling dat de minister zelf zich ook een oordeel vormt over het presteren van de sector. En zoals aangegeven, de minister deed dat, meldde dat aan de Kamer. Dan gaan we even globaal naar meneer Groot. Nou, niet globaal, want ik zou het specifiek willen hebben over het integriteitstoezicht. Welke verantwoordelijkheid draagt de minister voor het toezicht op de integriteit van de woningcorporaties? Er is een onderdeel wat ook voortdurend door het Centraal Fonds in de berichtgeving is meegenomen, waar ook het Centraal Fonds regelmatig aandacht aan besteed heeft. Wat ook voorwerp is geweest van meer specifieke onderzoeken. Met name minister Van der Laan heeft daar nog weer nader onderzoek naar laten doen. Enerzijds ten aanzien van de algemene hypothetische vraag, wat zijn de potentiële zwakke plekken in het systeem? En daarnaast een onderzoek door het Centraal Fonds over wat zijn de beelden die we hebben. Ja, ik vraag naar de verantwoordelijkheid van de minister voor de integriteit van de woningcorporaties. De minister is in dit systeem niet verantwoordelijk voor de individuele integriteit per corporatie. Daar zijn de eigen organen voor verantwoordelijk. Ja, en wel voor de integriteit van het stelsel als geheel. De minister is aanspreekbaar op het functioneren van het stelsel als geheel. Als daar integriteit een wezenlijk punt is, dan is het eventueel aan de minister om voorstellen op dat punt voor te stellen. Ja. En hoe was dat toezicht op de integriteit van het op stelselniveau georganiseerd? Berustte onder andere op de onderzoekingen zoals het Centraal Fonds die regelmatig deed. We hebben het op basis van de stukken en eventueel op basis van andere informatie. Daarnaast was er een meldpunt bij het departement waar ook punten concreet konden worden aangebracht. Ja. U zei het al dat minister Van der Laan daar onderzoeken naar heeft gestart. Hij heeft ook dat meldpunt ingesteld en dat deed de heer Van der Laan niet zonder reden, want hij heeft ook hier in de commissie verklaard dat er met het toezicht op de integriteit heel veel mis was. Hij zei intensivering is hier een verkeerde term in dit verband. Dat moet echt fundamenteel anders. Dat integriteitstoezicht moet echt helemaal op de schop. Maar die intensivering of die radicale koerswijziging die minister Van der Laan heeft ingezet, die heeft u weer beëindigd. Waarom deed u dat? Pardon. Voorstellen van minister Van der Laan zijn verwerkt in het wetsvoorstel zoals hij dat bij de Raad van State aanhanger gemaakt heeft en zoals ik dat vervolgens naar de Kamer heb doorgestuurd. Daarnaast had minister Van der Laan inderdaad een aantal gerichte onderzoeken gevraagd. Die heb ik in ontvangst genomen en die heb ik ook op 3 mei met een brief naar de Kamer gestuurd met mijn conclusie op basis van die onderzoeken dat er binnen het stelsel zoals het nu was geen reden was tot nadere maatregelen. Mede omdat naar verwachting op dat moment, want het was diezelfde week geloof ik is het wetsvoorstel bij de Kamer ingediend, in dat wetsvoorstel er voorstellen gedaan werden met betrekking nu juist ook op dit punt. Ook wat de aansprakelijkheid betreft van de toezichthouder, althans van de raden van commissaris of de raden van toezicht. Ja, die herzieningswet die liep nog en die moest nog helemaal behandeld worden. Maar in de tussentijd zegt u dan toch, dit alles is voor mij aanleiding te besluiten de tijdelijke intensivering van het toezicht op de integriteit van corporaties die in april 2009 is gestart te beëindigen. Ja, omdat zoals uit de rapporten bleek, er langs die lijn niet meer te behalen was dan wat je zou moeten behalen door de regels te wijzigen in de wet. Dat is ook de reden waarom ik dat aan de Kamer heb gemeld. Dat zou een aansporing kunnen zijn om die wet snel te behandelen. Nou, op die onderzoeken komen we zo meteen nog terug. Maar hebt u voor wat betreft die beëindiging van de intensivering van dat toezicht op de integriteit, hebt u daar nog overleg over gevoerd met uw collega's van Justitie en Financiën? Niet dat ik weet. Dat ik weet. Dat was ook zeker de onderzoeken zoals ze daar lagen,
gaven daar geen aanleiding voor. Want die constateerden nu juist dat er op dit punt niet wezenlijke structurele punten waren, of ook punten dat de sector crimineel was gepenetreerd. Nou ja, bij dat meldpunt op het ministerie waren in 2 jaar tijd 406 meldingen binnengekomen, waarvan 200 over fraude. Dat zijn toch enorme aantallen die toch niet die aantal in de richting wijzen van nou laten we die intensivering van dat toezicht op de integriteit maar beëindigen. Nu meldt u, in het eerste jaar waren in die aantallen die meldingen binnengekomen. Uit dezelfde tabel ziet u dat het in daaropvolgende jaren snel afnam. En dat een aantal van die zaken vervolg is gegeven, ook het doorgeven aan het Openbaar Ministerie. Maar juist ook uit dat verloop kun je vaststellen dat na de eerste golf dat vervolgens de aantallen afnamen. En dat bovendien wil je effectief kunnen optreden, dan zul je ook op een aantal punten de verplichtingen scherper moeten maken. Nu berust mijn algemene benadering van de sector primair dat dit soort zaken ook door de ondernemingen zelf zouden moeten worden opgepakt. Dat was ook de reden waarom ik de bepalingen over de aansprakelijkheid van, althans in het voorstel van wet, de bepalingen over de aansprakelijkheid van de Raden van Toezicht aangeschreven. Ja, dat u schrijft ook, het is nu aan de sector, de individuele corporaties en aan de interne toezichthouders zelf om die ingezette ontwikkeling naar een groter integriteitsbewustzijn en integerhandel voor te zetten. Maar was dat vertrouwen in de sector zelf wel gerechtvaardigd, naar uw opvatting? Dat was op dat moment niet gerechtvaardigd. Was ook de reden, althans het was wel gerechtvaardigd, dat je ook constateerde, en het was ook de bevinding van het Centraal Fonds, dat in de loop van de jaren op dit punt aan de zaak opgepakt was, zei het nog steeds niet voldoende. Dat was ook de reden waarom in het wetsvoorstel zoals het ingediend werd een mogelijkheid van algemeen verbindend verklaring was opgenomen ten aanzien van regels zoals die bevonden werden door de corporatie, althans door de vereniging. Maar is het dan verstandig om vooruitlopend op een wet die nog helemaal behandeld moet worden, die nog door de Eerste Kamer wordt, alvast de intensivering van het integriteitstoezicht te beëindigen? De integriteit, het onderzoek was gewoon een gericht onderzoek naar de situatie. Dat was er geweest. Ja. Vervolgens gaat het om de handhaving van wat er is. Als je dat wil veranderen, zul je eerst de regels moeten veranderen die je kunt handhaven. Dat zat in het wetsvoorstel. Derhalve, bij aanscherping op dit punt, ben je aangewezen op primair en zoals dat in de sector wordt opgepakt. Dat was, blijkens ook het onderzoek van het Centraal Fonds, was dat het geval. En heb ik gebruik gemaakt van de riemen die ik had op dat moment om de aanscherping te regelen. Ja, even terug naar dat onderzoek. Er is een rapport inderdaad gekomen van Interval. Dat onderzoek is ingesteld door minister van der Laan. En dat is een doorlichting naar een preventieve doorlichting naar de criminele gevoeligheid van die corporatiesector. Nou ja, en uit dat rapport, ja, daar blijken toch een aantal schokkende conclusies uit. Dat een behoorlijk aantal personen blijken te werken die ook voor financieel-economische delicten zijn vervolgd. Er blijken een heleboel ABC-constructies te zijn gehanteerd bij transacties met vastgoed. Namelijk in 48% van al die transacties. En ondanks die conclusies van het rapport, ja, besluit u om niet verder te gaan graven in de sector, om niet verder te gaan onderzoeken wat er in die sector aan de hand is? Dat gaf dit rapport nu juist dat beeld. Als je vervolgens wat wil doen aan inderdaad wat u noemt personen met een bepaald verleden die in functie van toezicht komen, dan zul je dat in de wet moeten bepalen dat die niet benoembaar zijn. Daar heb je een wetswijziging voor nodig. Vandaar dat verwezen werd naar de herziening van de woningwet. Hetzelfde geldt voor andere punten die u noemt. ABC-constructies was een andere aanpaklijn die ik als minister van Justitie begonnen was, hoe je dat kon aanpakken. Maar ook daar, als je dat wilt verbieden, zul je dat eerst in de wet moeten doen. En daar moet je eerst de wet wijzen. Je kunt niet als minister
maar verordoneren dit en dit en dit mag. Toch zegt dat rapport van Interval, hè, dat signaleert heel veel inherente kwetsbaarheden in de volkshuisvestingssector. We hebben het over hybride organisaties, het ontbreken van een derde laag van aandeelhouders, waardoor bestuurders relatief veel macht hebben. Er is geen tucht van de markt vanwege de borging vanwege de borgingsfuncties. Er is sprake van heel veel ondoorzichtige verbindingen die met nevenactiviteiten, heel veel schimmige BV's. En in het geval concludeert, er is een scherp integriteitsbeleid blijft nodig. En ze benadrukken ook de noodzaak om verder onderzoek te doen, om dieper te graven in bijvoorbeeld ABC-constructies, in verbindingen. Daar hebben ze nog onvoldoende zicht op, willen ze graag verder uitzoeken. En u zegt, we stoppen met die intensivering van het... Wat u nu noemt, dat is het rapport wat een theoretisch onderzoek doet naar de kwetsbaarheden binnen de sector, die dus niet berust op wat men aantreft, maar op wat potentieel mogelijkheden zijn. Het andere onderzoek wat ik toen naar de Kamer heb gestuurd was het onderzoek van het Centraal Fonds met betrekking tot de wijze waarop dit leefde binnen de woningcorporatie. Maar dit zijn onderzoeken die ook voor andere sectoren gedaan zijn. Ik meen mij te herinneren uit mijn tijd onder andere voor de vleessector. Wat een onderzoek is, wat zijn de potentiële kwetsbaarheden in de sector. Daar komt dat rapport inderdaad met een groot aantal potentiële kwetsbaarheden. Vervolgens... Het zijn niet alleen potentiële kwetsbaarheden. Men ziet ook, men neemt ook een heleboel ABC-constructies waar. Nee. Waar de waardestijgingen van meer dan 10% optreden binnen 200 dagen. Dus men heeft ook wel een aantal concrete fraudesignalen in het vizier. En die wil men graag verder uitzoeken. Dat kun je op vervolgens... Als je daar tegenop wilt treden, zul je dat binnen de regels moeten doen. Want dat is primair het financieel belang, wordt behartigd door de organen van de woningcorporatie. Dat was de opzet die de wetgever gekozen had, of er moet fraude in het spel zijn. Dat is bij ABC-constructie niet per definitie het geval. Derhalve zal het Openbaar Ministerie daar maar heel moeizaam kunnen optreden. Dus wat je daartegen wil doen... vereist wetgeving. Dat was ook mijn oordeel. Die wet ligt er nu. Laten we in het kader van de bespreking van de wet dit probleem bespreken. Dat was mijn oproep tot de Kamer. Natuurlijk is wetgeving nodig, maar er is ook veel spitwerk nodig. En minister Van der Laan begint daar voortvarend mee. Zet onderzoeken uit onder andere bij het STL-fonds, bij Interval. Ja, en u zet daar weer een streep door. Ik van, haal het is niet nu een niet genoeg geweest. Ik heb de rapporten zoals ze ontvangen zijn, heb ik ontvangst genomen. En u zult zien, bij ieder rapport dat je ongeveer krijgt, zal de suggestie zijn om verder onderzoek te doen. Dat is inherent aan dit soort onderzoeken. Ik constateerde op die basis, en dat heb ik ook met de Kamer gewisseld, dat ik meende, op basis van de resultaten, dat nu deze intensivering niet meer mogelijk was. En bij mijn weten is de Kamer zelfs niet op deze brief teruggekomen. Mm-hmm. Ja, wij hebben hier dus, in ieder geval ook in ons inwerkprogramma gehad en een doorkijk in die hele studie. Ja, en ja, daar komt het beeld uit voor. Het is een hele kwetsbare sector en er zijn heel veel integriteitsrisico's en hier wordt veel te weinig onderzoek naar gedaan. Hier schiet de opsporing echt tekort. Deze stukken, alle stukken, lagen openbaar bij de Kamer. En het kan best zijn dat u nu op die basis tot een ander oordeel komt. Maar ook dan is de enige conclusie die je kunt treffen, willen we er iets aan doen, aan wat er daadwerkelijk gebeurt, dan zullen op een aantal punten de regels aangescherpt moeten worden. Dat was de teneur van de brief die ik naar de Kamer stuurde. En veel anders kon ik op dat moment niet doen. Nou, de teneur die is blijven hangen, is dat de intensivering van het integriteitstoezicht op een laag pitje wordt gezet. Pardon, dit is en bij wijze van spreken, bij Vestia kan de vlag uit. Dat is dan het beeld wat u er nu aan wenst te geven. Dat is ook niet het beeld wat de Kamer heeft gehad, want de Kamer is zelfs niet op deze rapporten teruggekomen.
dat is dan de verantwoordelijkheid van de Kamer. Maar de minister heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. De minister heeft aangegeven wat zijn oordeel is op basis van deze rapporten. De Kamer is om dat oordeel te controleren. En ik constateer dat op dat moment de Kamer dat met de minister eens was. En dat de Kamer toen in ieder geval inzag dat als je hierop terug wou komen, moest dat in het kader van de discussie over de wet. Ik weet niet of dat het geval is, want dat heeft zich verder aan mijn waarneming onttrokken. Er zijn behalve dat rapport van Interval, zijn er nog meer indicaties dat de integriteitsrisico's in de corporatiesector groot zijn. Zo start de Belastingdienst in oktober een groot onderzoek naar fraude binnen woningcorporaties. En in december 2011 inventariseerde Volkskrant dat er in 6 jaar tijd ruim 30 miljoen is verduisterd door corporatiebestuurders. En dat er door onverantwoord gedrag 300 miljoen aan schade is aangericht. Was dit ook dit soort signalen die bij u bekend? Nee. Maar alleen al vanwege de tijdstippen die u noemt, neem ik aan dat de uitkomst van het rapport van de Belastingdienst na mijn vertrek als minister was. Voor die tijd waren er uiteraard uit de vele zaken die liepen, zoals u noemt PSG, waar ook het beeld was dat daar niet juiste handelingen gepleegd waren. Wat ook de reden was voor de corporatie om de oude bestuurder, om die daarop aan te spreken en ook te verzoeken om te vervolgen, dat die zaken speelden, mee eens. En dat was ook de reden waarom, zoals minister Van der Laan al aangegeven had, de wet op het punt van het toezicht bijgesteld zou moeten worden. Mm-hmm. Maar dit soort signalen, geen aanleiding om. Ik geloof ook niet dat u vooruitlopend op die wetswijziging meer aandacht te geven aan het integriteitstoezicht. Nogmaals, u geeft de signalen aan die zijn in september, ik weet niet eens welke datum, maar zijn ze in de Volkskrant. In ieder geval was dat onderzoek van de Belastingdienst, uitkomsten daarvan waren mij niet bekend. In de tijd als minister. Okay. Meneer Mulder, u vervolgt. Voorzitter, één vraag blijft natuurlijk heel erg jeuken. Minister Van der Laan intensiveert het toezicht op de integriteit. Er ligt een rapport met potentiële gevaren. Rochdale en Vestia moeten dan nog komen waar fraude aan de hand zou zijn. En u doet zo, u draait de intensivering terug. Dat is toch een, als je hiernaar kijkt, dan denk je, waarom doet die minister dat? Dan moet u kijken wat minister Van der Laan gedaan had. Die had heel gericht onderzoeken gevraagd. Dat had hij als intensivering aangegeven. Voor het overige liepen de verschillende zaken door. Centraal Fonds ging gewoon door met daar woningcorporaties op doorlichten als men dat zag. Maar andere instrumenten van intensivering waren er niet. De minister heeft geen bevoegdheden om bij bedrijven binnen te gaan. De minister, als dat de behoefte is, dan moet dat eerst in de wet geregeld worden. Ja, maar minister Van der Laan intensiveert u wel. En dat roept de vraag op, is minister Donner dan wat naïver dan de heer Van der Laan? Of wil hij juist, zoals ik zo straks al suggereerde, liever zijn handen er wat van afhalen? Waar zit dat in? Het enige intensivering zou dan geweest zijn meer geld uitgeven aan meer onderzoek. Maar geen praktische effecten daarvan. Dus natuurlijk kan je het beeld altijd scheppen van ik intensiveer, ik geef meer geld uit. In die jaren moest overal bezuinigd worden als het niet effectief was en rendabel was. Dat was ook een wens van de Kamer. Was de dupe van de bezuinigingsdrift? Nee, het was niet een bezuinigingsdrift. U moet niet alles proberen onmiddellijk te vertalen. Ik heb u heel concreet aangegeven, de intensivering zat in een aantal onderzoeken. De resultaten van die onderzoeken waren mij bekend. Die heb ik aan de Kamer voorgelegd met mijn oordeel dat de uitkomst van die rapporten geen aanleiding was om op dit punt nu verder te gaan, omdat dit een onderwerp was om in de wetswijziging te bespreken. En de Kamer heeft kennelijk uit het feit dat men niet teruggekomen is op die brief, althans, ik geloof ook niet dat u dat gevonden heeft, tot een ander oordeel gekomen. En zo werkt het in een democratie. U vervolgt hem, meneer Mulder. Ja, dan komen we bij het volkshuisvestelijk toezicht en de rechtmatigheid daarvan.
Een onderdeel van het volkshuisvestelijk toezicht is ook dat op het ministerie werd gekeken of nevenactiviteiten rechtmatig waren. Dat wil zeggen, passen deze nevenactiviteiten binnen de wet en regelgeving. En hierover bestond binnen het ministerie een zogeheten toetsgroep die adviseerde of een nevenactiviteit wel of niet mocht. Hoe zag u uw ministeriële verantwoordelijkheid voor het rechtsmatigheidstoezicht op nevenactiviteiten? Zoals de wet die aan de minister heeft opgedragen, namelijk dat er voorafgaande toestemming moet zijn bij bepaalde nevenactiviteiten. En de wet omschrijft de nevenactiviteiten op dat punt, was ook geleidelijk aan, waren daar, was dat minder scherp geworden. Reden waarom onderdeel van de voorstellen tot wetswijziging was om op dat punt scherper te zijn. Over de wet komen we nog en of die wet scherper is komen we ook nog. Maar wist u van het bestaan van de toetsgroep? Ik wist dat er getoetst werd. En ik meen maar alweer, in de periode dat ik er zat, viel er bijster weinig te toetsen. Want de activiteiten lagen vrijwel stil, dat was de grote zorg. Ik meen wel dat ik op het eind, op 2 december, Vestia een aanwijzing heb gegeven dat de betrokkenheid bij het project Medimal, dat viel buiten het kader van de wet. Dus u wist dat de wet getoetst. Zag u ook alle adviezen van de toetsgroep? Nee. En kreeg u vaak casussen voorgelegd van woningcorporaties over nevenactiviteiten die ze voornemen te doen? Nee, zoals gezegd, ik kreeg bijster weinig, omdat er in die tijd helemaal niet gebouwd werd. U zei, u kreeg bijster weinig of kreeg u weinig? Kunt u zich niet herinneren? Wat dat betreft, weet ik niet, van het departement was een van de belangrijkste, was Medimal dat speelde. De andere zaken, beslissingen, hebben buiten mijn periode zijn gevallen. Dus Medimal, dat wist u? Medimal, dat is een project van Vestia bij het Maastricht ziekenhuis in Rotterdam. Dat was in Rotterdam bij het ziekenhuis, dat men daar een groot project met apotheken en andere zaken wilde ontwikkelen. En daar is nog een scherpe discussie geweest of dit terecht was of niet. En uiteindelijk is daar een aanwijzing over gegeven dat dit niet viel onder de toegelaten nevenactiviteiten. Ik kom zo op die aanwijzing, maar de enige zaak die u wist of die u zich kan herinneren van nevenactiviteit is deze Medimal. Ik geloof het wel, ja. Maar ik kan me niet acuut nu andere herinneren. Nee, maar dat kan. Ik kan me ook niet herinneren dat er überhaupt iets speelde in de tijd dat ik minister was, althans op punt van bouw. Dat is wel een hele gevaarlijke. Ik kan me überhaupt niet herinneren dat er iets speelde in mijn tijd dat ik minister was. Ik herinner was. Me maar vooral goed, die laat ik voor u. De bouwmarkt van stil lag en dat de grootste zorg was. En als er al gebouwd werd, was men in beginsel geneigd, dat moet je niet te veel frustreren. Een deel van de nevenactiviteiten blijkt tegen de regels te zijn, hè? Dat is de MG 2026. Maar blijkt ook niet vooraf gemeld te worden, zoals in de regelgeving staat. En 2 maanden voordat u aantreedt staat in een verslag van deze zogeheten toetsgroep zorgen worden geuit over het feit dat te veel nevenactiviteiten niet vooraf gemeld worden en dan pas tijdens na de realisatie in de toetsgroep komen. En ook de Algemene Rekenkamer in dat rapport wat we eerder hebben besproken zegt dat. Hè? Nevenactiviteiten werden niet gemeld. Wist u dat nevenactiviteiten niet werden gemeld? Ik heb begrepen in ieder geval dat een punt was voortdurend ook de vraag, althans dat ook het probleem was met deze toetsing, dat het primair aan het oordeel was van de corporatie of ze iets voorlegde als nevenactiviteit. Daarmee liepen ze wel het risico dat achteraf de minister een aanwijzing had kon geven dat iets toch een niet toegelaten nevenactiviteit was. Dus u wist dat er nevenactiviteiten niet werden gemeld? Althans, ik kende de wettelijke mogelijkheden op dit terrein. En heeft u er ook wat aan gedaan om ervoor te zorgen dat nevenactiviteiten wel vooraf werden? Dat is onderdeel geweest van de voorstellen zoals die naar de Kamer zijn gegaan in mei met betrekking tot de wijziging van de wet. Want het zat hem hier primair in de regels zoals ze in de wet zaten. Derhalve moest de wijziging ook langs die kant lopen. Dat was ook de conclusie van minister Van der Laan. Oké, dus de herzieningswet had de oplossing moeten bieden voor het niet vooraf melden van de herzieningswet had op dit punt ook de aanknopingspunt moeten bieden voor aanscherping. Dan komen we bij, u noemde het al, Vestia. Op 11 november 2010 voerde uw ambtenaar een overleg met Vestia
over het niet aanmelden van nevenactiviteiten, zoals een garage, een hotel, een gezondheidscentrum, een school, winkels en een zorgcomplex. En dat geldt ook voor corporatie De Kei, want die waren bezig met een gerechtsgebouw en de tijdelijke exploitatie van een golfterrein. Wist u dat uw ambtenaren hiermee bezig waren? Ik neem aan, ik geloof dat dit gemeld werd in de periodieke meldingen over zaken die liepen binnen het departement. En wat vond u ervan dat dit gebeurde door Vestia? Zoals gezegd, dat is uitgemomd in ook een aanwijzing met betrekking in ieder geval Mediamal en andere discussies die ik nog doe. Ja. Nou, zei u al, ik geef een aanwijzing, maar het gekke is dat dit soort activiteiten eigenlijk dan al hebben plaatsgevonden. Die Mediamal was al volop in ontwikkeling. En dat was dus het risico voor Vestia, dat als men dit niet behoorlijk meldt, dat er dan een aanwijzing achteraf komt dat het afgestoten moet worden. Maar dan is het leed al geschied. Vond u dat niet kwetsbaar? Dat is, de kosten daarvan zijn voor de corporatie. Ja, maar dat is zo. Zeker. Werkt de meeste overheidshandhaving. Namelijk dat degene die iets doet, als daar geen toestemming voor is, het risico loopt dat het moet worden afgebroken. Maar dan is het leed al geschied. Zou je dan niet meer aan de voorkant moeten sturen? Dat was een van de redenen waarom in het voorstel van nieuwe wet op dit punt veel duidelijker een aantal zaken uit elkaar gehaald werden over wat wel kon en wat niet kon, omdat daar het probleem zat. Helder. En dat had in ieder geval de oplossing moeten bieden. Dus dat zei je net ook al, de herzieningswet zou hier de oplossing voor moeten... Het was hier een probleem van regelgeving, omdat heel sterk de wetgever gekozen had voor primair de verantwoordelijkheid, maar ook het risico bij de woningcorporaties. Dan hadden wij hier voormalig directeur-generaal mevrouw Bertram. Die zei dat ze regelmatig werd gebeld door gemeentes van joh, laat alsjeblieft deze nevenactiviteiten toe, want onze gemeente heeft daar behoefte aan. Was u ervan op de hoogte dat gemeentes druk op uw ambtenaren zetten om bepaalde activiteiten goed te keuren? Zoals gezegd, in de periode dat ik minister was, waren er bijster weinig projecten in deze zin die speelden. Ja. Eén belangrijk project waar ik zelf ook direct bij betrokken was, was het hele project Rotterdam-Zuid. Dat ging toen nog niet over concrete gebouwen die daar neergezet werden. Maar dat was een project waar ook woningbouwcorporaties intensief bij betrokken waren. En waar ook inderdaad je in een tijd dat er overigens geen kapitaal was, keek in hoeverre je kapitalen die er wel waren kon inzetten tot verbetering van een wijk. En in die zin kan ik mij best voorstellen dat gemeenten op dat punt ambtenaren ook benaderden om nog eens van hun kant te benadrukken wat het belang van een bepaald project voor hun gemeente is. En wat vond u ervan dat dat gebeurde? U begreep dat? Zoals gezegd, ja, dat is een onderdeel van hoor en wederhoor. En dat anders heb je alleen te maken met de corporatie. En het lijkt mij op zichzelf heel prettig om ook te weten of inderdaad de mededelingen van de corporatie over het belang van een project gedeeld worden in de gemeente. Dat kan een factor zijn bij de afweging. Helder. Dank. Ik kijk naar de voorzitter. Dank meneer Mulder. Meneer Donner, u zei net in antwoord op een vraag van collega Mulder over die meldingsplicht. En dan is het leed al geschied. Toen zei u van ja, die corporatie moet dan wel betalen. Maar dat betekent toch, als dat zover komt, dat ze het ofwel afwentelen op hun huurders via huurverhogingen, dan wel het uit hun reserves iets moeten betalen voor schade van afstoten. Maar dan is het geld ook niet meer beschikbaar voor de sociale volkshuisvesting. Dus dat is toch dat is toch een makkelijke reactie dan? Nou, kijk, aan de ene kant moet u wel zo zien dat wij al sinds jaren een gereguleerde huur hebben. Dus het is ook niet zomaar dat men kan verhogen. Men kan hooguit binnen de marges verhogen. Dus dat beeld van het afwentelen van dit soort kosten op huurders is niet geheel juist, omdat nou juist op dat punt er een vrij strak huurbeleid gevoerd wordt. In de tweede plaats, ja, men betaalt het ook uit de reserves die men aan de andere kant gemaakt heeft met de winsten van het systeem. Want tegenover dit soort verliezen moet u wel ook stellen dat 20 jaar dit systeem heeft opgeleverd, namelijk vrij lage huren. Dat het heeft opgeleverd dat we wijken en steden hebben kunnen vernieuwen via dit systeem. Dat zijn de vruchten van dit systeem en ieder systeem heeft ook bepaalde nadelen.
Nee, dat is helemaal duidelijk. Waar het natuurlijk onze commissie om gaat, meneer Donder, is dat als het toezicht op ministerieel niveau dusdanig functioneert dat er echt werk wordt gemaakt van de meldingsplicht van nevenactiviteiten vooraf, dat dan het ministerie makkelijker en vaker kan zeggen, niet, doen jullie niet. En dan is dat geld achteraf niet verdampt. Er was op dit punt een melding vooraf van nevenactiviteiten. Mm-hmm. Als u een sluitend systeem wil hebben, althans wat sluitend is, dan moet u alle projecten vooraf gaan laten melden aan het departement. Want dan heb je alleen het beeld over van, ja, wat beschouwen zij als nevenactiviteit en wat beschouw ik als nevenactiviteit. Maar anders blijft u altijd zitten met dat er eisen zijn met betrekking tot de melding. En dat het derhalve primair aan de corporatie zal zijn om te bepalen, hoe moet ik de regel uitleggen in dit geval. Dat was aanleiding voor mij en voor minister Van der Laan om te komen tot een aanscherping van de regels op dit punt, zodat die duidelijker waren. Maar tenzij gekozen zou worden voor het melden van alle projecten, en ik zou daar geen voorstander van zijn, blijft men zitten met dit probleem. En niet alleen op dit terrein, maar dit is inherent aan tal van overheidsbeleid. Goed, meneer Donner, ik ga naar een andere nevenactiviteit. Ik schors namelijk de vergadering voor 10 minuten. Ik rook niet. Desalniettemin. En nu wilt u dat ik ga.
Ik verzoek de gevierde getuige weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering. Meneer Donner, het woord is aan collega Groot. Ja, dank u wel, voorzitter. We gaan verder met de herzieningswet. Daar hebt u al het een en ander over gezegd. Toen u aantelt in 2010, toen lag al een ontwerp herzieningswet van uw voorganger, minister Van der Laan. Wat vond u van het wetsvoorstel? Sloot het aan bij de... bij uw eigen analyse van de problemen in het stelsel? Niet helemaal. Maar aan de andere kant was ik mij ook bewust van het verloop van de discussie over de herziening van de woningwet en noodzaak om maatregelen te treffen met betrekking tot het toezicht, dat ik mijn keuze op dat moment is geweest om zo goed als dat kon, na aanleiding van het advies van de Raad van State, daarin een aantal aanpassingen te plegen, een aantal wijzigingen aan te brengen die voortvloeiden uit het regeerakkoord, en voor de overige primair te zorgen dat het wetsontwerp nu bij de Kamer kwam, zodat de discussie plaats kon vinden in de Kamer. Omdat als ik op dat moment had gezegd, ik ga dit wetsontwerp eerst eens grondig omwerken naar mijn beeld van hoe het zou moeten, dan ben ik bang dat de uitkomst daarvan opnieuw naar de Raad van State had gemoeten. En dat discussie er nu mogelijk nog geen wetsontwerp, nog geen wet was geweest. Derhalve heb ik, ik heb niet een wetsvoorstel ingediend waar ik niet achter kon staan. Maar het was niet primair een wetsvoorstel zoals ik het onder mijn verantwoordelijkheid zou hebben laten schrijven. Maar kunt u iets zeggen over het verschil in filosofie wat u had om die wet tussen u en minister Van der Laan? Nou, ik denk dat minister Van der Laan meer geneigd was om verantwoordelijkheden naar de overheid toe te trekken. Op tal van terreinen zaten er ook in zijn voorstel toetsing vooraf door de overheid zat erin. En daarvan meende ik dat niet alleen dat opnieuw de overheid weer verder de sector in zou zuigen, met alle risico's die dan zouden herleven zoals die bestonden voor de bruteringsoperatie. Maar daarnaast dat niet aangemeten was in het licht van de wijzigingen die zich aan het aftekenen waren op de woningmarkt. U moet zich realiseren, ook de discussie en alle de verschillende punten die u nu onderzoekt, hangen samen met het gegeven dat het verdienmodel van de verandering, de bruteringsoperatie en de verzelfstandiging van de woningcorporaties, dat een ander is geweest dan men zich aan het begin had voorgesteld. Dat is in hoge mate geweest de stijging van huisprijzen en grondprijzen, waardoor die woningcorporaties over bijzonder veel geld kwamen te beschikken. Logisch
dat als dat doorgaat, je sterker geneigd bent om dan ja, de grenzen door de overheid te laten stellen op het punt van hoe voorkom ik dat daar geen geld weglekt. Weglek, althans ten onrechte wordt gebruikt. Mm-hmm. Dat mijn beeld, en ook sindsdien is dat niet veranderd, is dat dat in de toekomst niet het verdienmodel zal blijven. Dat men sterker zal komen inderdaad op het beheren, het ontwikkelen van wat men heeft en de vruchten gebruiken van het vermogen dat men heeft, plus de voorstellen van het systeem van een lage rente. Mm-hmm. Dat daarnaast, en dat moet u ook zien, ik al eerder als minister in gang had gezet de ontwikkeling waardoor er een scherpere afbakening kwam en beperking van de woningbouwsector tot waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk de sociale woningbouw. Dat was het in werking stellen van het besluit ter uitvoering van ja, wat heet de staatssteunbeslissing van de Europese Commissie. Dat is de eerste lijn waarlangs de sector meer beperkt wordt tot die terreinen waar ze voor bedoeld zijn. Dat is ook de reden waarom op dat punt nevenactiviteiten langs die lijn duidelijker zichtbaar zullen worden, omdat ze ook volgens dat besluit gescheiden zullen moeten worden in de administratie van de andere werkzaamheden. Dus dat is één lijn. De tweede lijn is inderdaad de wijziging van de woningwet. Ik heb daar op een aantal punten bepalingen uitgehaald. Dat is ook verantwoord geheel in het nader rapport, zoals dat naar de Kamer is gegaan. Op het punt van, naar mijn mening, een al te sterke, prealabele betrokkenheid van de overheid op tal van terreinen binnen de woningcorporaties, die naar mijn mening ze als zelfstandige onderneming, althans als rechtspersoon, moeten oplossen. Aan de andere kant het aanscherpen van de eisen die daar aangesteld worden. En vervolgens, met name als het gaat om het punt van toezicht, enerzijds wat financieel toezicht betreft, geheel overeind laten wat op dat punt door minister Van der Laan was ontwikkeld, maar daar niet, zoals hij voorstelde, komen tot één grote woonautoriteit die ook op een middenterrein bevoegd zou zijn. Over die woonautoriteit komen we zometeen nog even te spreken. Maar u volgt inderdaad ook in essentie de lijn, die scheiding tussen DAAP en niet-DAAP, die wordt aangebracht, waardoor woningcorporaties scherp op de doelgroep worden gericht. En verder, concludeer ik, u hebt qua sturingsfilosofie, is het verschil meer eigen verantwoordelijkheid voor het interne toezicht, minder sturing vooraf. En dat op dat punt heeft u kritiek op de aanpak van Van der Laan. Dat is maar één kant. Meer eigen sturing op een beperkte terrein. Want de besluit van de Europese Commissie bracht al automatisch een driedeling tot stand tussen enerzijds de sociale woningbouw stricto sensu, de bredere, althans bouw met maatschappelijke functies, die nog toegelaten waren, maar onder bepaalde voorwaarden, en de commerciële activiteiten. Die lijn was al in gang gezet. Dat is ook de reden waarom daarin al een antwoord lag op de discussie die we net hadden over nevenactiviteiten. Ja. Omdat in gevolge dat besluit die nevenactiviteiten in beginsel voortaan Europees zouden moeten worden aanbesteed. En dat langs die lijn er ook al een controle op zou komen. Dat was het gevolg van het besluit. Dat is eigenlijk het eerste wat ik gedaan heb als minister toen ik aantrad. Het was ook het eerste waar de Kamer mij over bij zich vroeg in een algemeen overleg, met de vraag of ik dat hele besluit in werking treden maar zou willen uitstellen. En ik heb daar een heel jaar met de Kamer over gevochten. Althans, ik heb het in werking gesteld en het is in werking getreden, maar de Kamer was daar niet mee eens. Maar dat laat ik even in het midden. Maar dat was de ene lijn,
De andere lijn was inderdaad de herzieningswet en die berustte op een andere waardering van de veranderingen die zich aan het voltrekken waren in de woningmarkt. Ja, ja, ik zou het willen hebben over een aantal bepalingen in die herzieningswet en de verschillen ten opzichte van de Laan. En die ook te maken hebben met de rol van het intern toezicht. Dan is het inderdaad zo dat de heer Van der Laan daar een aantal voorschriften in wil aanbrengen. Die richting geven aan het intern toezicht. En dan heb je het bijvoorbeeld over een fit and proper test voor bestuurders. Bijvoorbeeld dat er toestemming nodig moet zijn voor grote investeringsbeslissingen. Het mandaat voor het bestuur, hoeveel geld een bestuurder mag uitgeven. Ja, daar worden dus in die herzieningswet bij Van der Laan eisen aan gesteld. En u schrapt die. Maar waarom doet u dat? Omdat ik meen dat als je uitgaat van een systeem waarin de verantwoordelijkheid voor het functioneren ligt bij de ondernemingen zelf, dat dat dan ook het kader is waarin dit soort problemen moeten worden opgelost. Daarom werden de eisen aan de aansprakelijkheid van bestuurders werden aangescherpt. Er werd ook de mogelijkheid geboden om eventueel bepaalde afspraken op dat terrein algemeen verbindend te verklaren binnen de sector. Maar ging uit inderdaad van het uitgangspunt. Je moet niet twee systemen van toezicht met elkaar gaan vermengen. Het gaat om een in beginsel particuliere sector, waarin particuliere ondernemingen, weliswaar met een publieke taak, maar met particuliere middelen functioneren. Als ik daar als overheid via allerlei voorschriften steeds scherper ga interveneren, zal de aansprakelijkheid van de overheid daar waar het misgaat, zonder meer vroeg of laat in het geding komen. En u ziet dat in de hele ontwikkeling van de rechtspraak. Dat is ook de reden waarom op dat punt de Raad van State in zijn advies wijst op de consequenties van het eerste protocol. Omdat het hier ook gaat om beschermde rechten van particuliere eigendom. Daarom heb ik die. Is het nu een verstandige aanpak als je gewoon kijkt naar de inherente kwetsbaarheden in die sector? Je hebt geen tucht van de markt, geen derde laag. Bestuurders staan relatief sterk ten opzichte van de Raad van Commissarissen, omdat die de aandeelhouders niet weten als derde macht. Er zijn de verleidingen van de vastgoedsector die voortdurend de rol spelen. Ja, en bovenal, we hebben dan een heleboel incidenten al achter de rug. Dan heeft u dan niet toch heel veel vertrouwen in het intern toezicht? Pardon, dan laat u maar één kant van de zaak zien. Want dan laat u buiten beeld het feit dat in diezelfde wijzigingen zaten, dat allerlei uitzonderingen die in het voorstel van Van der Laan zaten op het punt van de toegesneden werkterrein van de corporaties, dat die evenzeer geschrapt werden. Het berustte op het beeld, de corporaties moeten naar het strikte terrein van de sociale woningbouw. Daarnaast was ik gaarne bereid om waar mogelijk ze in te zetten voor algemeen maatschappelijke functies, maar daar onder strengere controle. En al die andere commerciële activiteiten, daar werd zelfs de mogelijkheid niet meer voor geboden. Dus het berustte in het kader van een systeem dat wat voorwerp kon zijn van marktdiscipline, primair in de markt zou zijn. Dat ook op dat punt, want dat was een hele andere lijn van beleid, namelijk om de sociale huurmarkt en de normale huurmarkt, om die weer meer naar elkaar toe te harmoniseren, ook via het huurbeleid, om wat dat betreft inderdaad de onnatuurlijke situatie in Nederland, dat vrijwel de hele huursector sociale huur is, om die te beëindigen. Dus u moet dit zien als onderdeel van een bredere kijk op de woningmarkt, die ik ook in mijn visie aan de Kamer heb. We kunnen het zo breed maken als we willen, maar als het bijvoorbeeld gaat om zo'n fit and proper test bij bestuurders, dat zien we, die eisen worden er ook gesteld aan functionarissen bij banken en verzekeraars. Nu doet zich bij de woningcorporaties omstandigheid voor dat de brancheorganisatie, de branche zelf, de heer Calon heeft dat nog gezegd, zegt van neem dat nou in de wet op, want wij kunnen dat niet afdwingen. En u haalt het er toch uit. Nee,
Want daar was nu juist de bepaling over het algemeen verbindend verklaring van dit soort aspecten was daarvoor. De mogelijkheid tot. Ja, die mogelijkheid zat erin. Dat is iets anders dan. Precies nu net binnen het kader van het model zoals het er was, namelijk van een particuliere sector, die mogelijkheid scheppen. Maar nogmaals, als het gaat om wetten. Je kunt het ook gewoon regelen in plaats van een mogelijkheid scheppen. En als dat was een mogelijkheid, dat dat de uitkomst was geweest van de discussie met de Kamer. Een wetsvoorstel is een inzet van de minister, zoals hij meent, althans naar zijn beeld, dat het geregeld zou moeten worden. Dat is vervolgens voorwerp van discussie in de Kamer. En daar kunnen punten zoals u die nu noemt aan de orde komen. En dat is ook, als ik terugkijk, vervolgens ook gebeurd. Dat is het voordeel van een wetsvoorstel. Maar ik moet wel ook constateren dat uit de eerste reactie op het wetsvoorstel eigenlijk een groot deel van de fracties in de Kamer vonden dat er nog te veel regels aan de woningbouwcorporaties gesteld werden. En dat beeld kantelt later weer. Dat kantelt weer, maar je zit met de waan van de dag. En dat beheerst ook de voorstellen. Want anders, of voortschrijdend inzicht. Dat is hoe je hetzelfde anders kunt noemen. Microfoon, meneer Mulder. Ja. Voor de schorsing ook over de herzieningswet. En toen zei u dat een aantal elementen of aantal problemen die we voor de schorsing schetsten met de herzieningswet zouden worden opgelost. We hebben in de schorsing nog eens een keer het wetsvoorstel nagelezen. En de vraag is dat nou wel zo? Bijvoorbeeld als het gaat om de rechtmatigheid. Rechtmatigheids- en volkshuisvestelijk toezicht, ik citeer uit het wetsvoorstel, als mede toezicht op de in dit wetsvoorstel genoemde aspecten van governance, en daar is die, integriteit, zullen onder directe verantwoordelijkheid van de minister van BZK worden uitgeoefend, zoals dat ook nu het geval is. Dus er verandert eigenlijk niks. Nee, dat was ook een heel duidelijk punt, wat ik ook in het nader rapport heb aangegeven. Mede naar aanleiding van het advies van de Raad van State op dit punt, en dat heb ik u een en andermaal hier gezegd, naar mijn mening behoort het volkshuisvestelijk toezicht in de politieke discussie en niet daarbuiten. Ja, maar een minuut of 30 geleden zei u nog, nee, die intensivering die onder de minister Van der Laan was ingevoerd was niet nodig, want ik ga het regelen in de wet. En nou blijkt dat dus niet het geval. Nee, nu verwart u een aantal zaken. Dat kan wel. Nu verwart u een aantal zaken. Enerzijds de discussie waar we het net over hadden, zat op het punt van hoe verscherp je het intern functioneren van de ondernemingen. Dat punt, ook in antwoord op de vraag van de heer De Groot, heb ik aangegeven dat in aansluiting op het fundamentele keuze is een meer particuliere sector, dat het eerste instrument is zelfregulering, maar niet zelfregulering aan zichzelf overgelaten, versterkt door de overheid. Tweede punt, en daar slaat u nu op aan, de fundamentele keuze. Moet volkshuisvestelijk toezicht en alle regels die op dat punt getroffen moeten worden, moet dat liggen bij een onafhankelijke autoriteit en derhalve onttrokken worden aan politieke discussie en politieke beoordeling, maar puur een kwestie worden van regels en uitvoering daarvan? Of gaat het hier om een terrein waar, mede in het licht van de ontwikkelingen, toch vanuit beleid ook bijgesteld zou worden? Dat is mijn laatste, dat laatste was mijn oordeel. En als de Kamer op dat punt tot een ander oordeel, althans de wetgever, op dat punt tot een ander oordeel was gekomen, was dat de uitkomst van de wet. Maar ik heb de indruk dat vooralsnog de wetgever het eens was op dat punt met het voorstel. Dat was integriteit, rechtmatigheid over de nevenactiviteit, hadden we het voor de schorsing ook over. In het wetsvoorstel wat u heeft ingediend staat, op het punt van rechtmatigheid zal de minister van BZK toetsen of de toegelaten instelling zich houdt aan de eisen van de regelgeving. Daarbij gaat het om voorschriften in de publieke wet en regelgeving. Het toetsen en handhaven van voorschriften uit algemeen verbindend verklaarde codes gebeurt, zoals gebruikelijk bij algemeen verbindend verklaring, in beginsel door de branche zelf. Ja. Zoals aangegeven. Enerzijds de lijn op dat punt. Ja, natuurlijk kunt een aantal dingen door elkaar. Het eerste punt is afscherping van wat kan wel en wat kan niet. Daar stonden in het voorstel van Van der Laan een aantal uitzonderingsmogelijkheden. Die heb ik eruit geschrapt. Juist om op dat punt de duidelijkheid te maken. Daarmee
grotere duidelijkheid te maken op wat wel en niet als nevenactiviteit kan. Tweede punt, het systeem inderdaad, en dat gaf ik ook al aan voor de pauze. Namelijk dat of je kiest voor een systeem waarbij alles aangemeld moet worden en dan controleert de overheid. Of je zit met regels en dan zal toch altijd in eerste instantie het oordeel moeten zitten bij de onderneming, voldoen ik eraan of niet. Want dat is het derde punt, we hadden het over de prestaties van de corporaties. Daarin staat ook iets over in het wetsvoorstel. En dat is wel in de lijn wat u wil. Het oordeel van de Raad van Toezicht vormt, naast de jaarverslagen, is weer toetsing achteraf, en andere signalen, de basis voor het externe toezicht door de minister van BZK om tot een oordeel te komen over het presteren. Dus het ligt eerst bij de Raad van Toezicht, intern in de onderneming. Ja. Dat is uw filosofie. Ja. En dat past ook in wat u zei, aansprakelijkheid van de overheid, daar bent u niet zo van. Dat klopt, hè? Dus de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van de overheid wordt dus verplaatst naar de onderneming zelf. Het wordt niet verplaatst. Dat is een keuze die de wetgever heeft gemaakt in 94-95. Op dat punt constateer ik dat dat systeem heeft ons grote vruchten gebracht. Dat laat onverlet dat er op een aantal punten het toezicht aangescherpt moet worden, mede vanwege de voorvallen, althans de zaken die u ook onderzoekt en waar je zonder meer moet kijken van wat kan ik doen om dat eventueel in de toekomst te voorkomen. Maar het blijft onverlet dat het hele systeem heeft ons lage huren in de sociale sector opgeleverd, zelfs ver daarbuiten. Heeft ons de voordelen geboden van werkvernieuwing en stedenvernieuwing. Die voordelen zou ik niet graag in de waagschaal stellen en dat doe ik wel als ik als overheid daar steeds nauwer in betrokken ben. Maar dat is mijn oordeel als minister. Het is een zaak van de wetgever tot welk oordeel men uiteindelijk komt. Goed, dan is dus dat was ieder standpunt op dit terrein, was een voorstel aan de Kamer en was ter bespreking in de Kamer. Maar dan is mijn beeld inmiddels wel helder. Als het gaat om het beter inzicht in de prestaties, rechtmatigheidstoetsing en verbeteren van de integriteit. U zei dat staat in dat wetsvoorstel, maar daar staat dus eigenlijk dat is vooral een zaak van de onderneming zelf. Nee, dat is... Dan luistert u niet naar wat ik zeg. Ik geef aan dat is primair een zaak van scherpere wettelijke bepalingen op wat kan wel en wat kan niet. Die werden voorgesteld. Het is in de tweede plaats zaak van het terugdringen van de hele sector tot de sociale woningbouw. Op dat punt zaten de voorstellen al in het Europese besluit. Die heb ik voorgezet. Daar had ik bijna de Kamer massaal tegenover me. Maar ten principale, als het gaat om toezicht, ga ik uit inderdaad eerst van het toezicht wat binnen ondernemingen plaatsvindt en vervolgens op basis daarvan, als het gaat om financieel toezicht, door het Centraal Fonds, als het gaat om de andere aspecten, door de minister. Ik dacht dat ik klaar was met het citeren van uit het wetsvoorstel, maar nu u zei dat het gaat om de kerntaak, moet ik toch weer het wetsvoorstel erbij pakken, want daarin staat eerste deelwerkdomein van corporatie wonen. Maar dan komen ze maatschappelijk vastgoed, brede scholen, basis- of mbo-onderwijsinstellingen, bedrijfsmatige wijkvoorzieningen en leefbaarheid in wijken en buurten. Gaat het om opvoeding, werk en werkvoorziening, integratie en inburgering, winkels in de plint van woongebouwen. Ja, dat is toch niet de kerntaak? Of vindt u dat wel de kerntaak? Ik vind, en dat is ook al sinds jaren is dat wat de wetgever vindt, de leefbaarheid is mede taak en onderdeel van het wonen. Dat berustte inderdaad op een standpunt en uitgangspunt wat ik meermalen in de Kamer heb verdedigd. Namelijk dat de naoorlogse periode waar volkshuisvesting primair bestond uit het neerzetten van woningen vanwege het woningtekort, dat die periode was afgelopen. En dat het maar een korte tijd is dat je een woning neerzet, maar dat je vervolgens daar nog een hele lange tijd in moet wonen. En dat in die zin ik me heel wel kon vinden in ook de betrokkenheid van woningcorporaties bij kwesties als leefbaarheid in wijken. Maar daar gold wel voor, in aansluiting op de beslissing van de Europese Commissie, dat die anders behandeld zouden worden dan de sociale woningbouw. Dat ziet u vertaald in het wetsvoorstel. Ja, en dus dan is het sociaal domein is wonen, maar dat komt ook uiteindelijk terecht bij opvoeding en werkvoorziening. En die heb ik, en dat is de kerntaak. Heb ik ook als minister heb ik dat meegemaakt en vond ik, kon alleszins mijn instemming hebben, woningcorporaties die bijvoorbeeld aan bepaalde studenten goedkoper k
kamers verhuurde op voorwaarde dat zij in de wijk hielp bij het schoolwerk en het bijscholen. En ik moet zeggen, op die wijze konden die wijken aanzienlijk meer verbeterd worden dan hier weer allerlei subsidieregelingen voor maken. Meneer Groot, u vervolgt weer. Ja, dank u wel, voorzitter. Dan even heel kort over de woonautoriteit. Dat is ook een wijziging die u aanbrengt, het wetsvoorstel ten opzichte van het wetsontwerp van Van der Laan. U wil die woonautoriteit, geen onafhankelijke woonautoriteit buiten het ministerie, en wil dat weer binnen het ministerie halen. En in het nadere rapport bij de herzieningswet verwoordt u dat als volgt. Dat voor de toezicht onafhankelijke oordeelsvorming door een onafhankelijk orgaan niet in de reden ligt, omdat al snel sprake is van een politieke lading. Maar zegt u daarmee dat het toezicht op de rechtmatigheid, op de prestaties en de integriteit van de corporatiesector, dat dat in wezen een politieke oordeel is? We moeten het nu volledig zien. De autoriteit blijft en is ook in de na het rapport en dat in afwijking tot het advies van de Raad van State, die meende dat er in het geheel geen zelfstandig bestuursorgaan moest komen, is gebleven in de vorm van het Centraal Fonds met de taken die het Centraal Fonds heeft op punt van het financieel toezicht. Met betrekking tot andere aspecten heb ik hier een en andermaal aangegeven dat naar mijn mening dat niet een kwestie is van het vastleggen in regels en vervolgens door een onafhankelijke autoriteit laten toepassen van die regels, maar dat de ervaring heeft geleerd dat dat aspecten zijn die ook in de loop van de tijd zich zullen ontwikkelen. Ook vragen over wat zijn nou wel nevenactiviteiten en niet nevenactiviteiten. Dat is een ontwikkeling geweest van de afgelopen 10 jaar. Bij sommigen zijn we er uiterst ongelukkig over dat dat gebeurd is. Bij anderen zijn we er uiterst gelukkig over dat het wel gebeurd is. Kijk in de meeste grote gemeenten, die zijn dankbaar voor de wijze waarop woningbouwcorporaties daarbij betrokken zijn geweest. Dat is een ontwikkeling die je niet moet vastleggen in regels die vervolgens alleen maar toegepast worden. Dat was mijn politieke oordeel. En als de Kamer daar anders over had geoordeeld, dan was dat anders in de wet gekomen. Ja, een van de Kamerlid van uw eigen partij, de heer Bochhoven, die wilde wel al lange tijd gewoon één onafhankelijke woonautoriteit. Hij stond er niet alleen in. U veranderde dat weer in het wetsvoorstel. Heeft u daar nog met de heer Van Bochhoven over gesproken? Nee, niet dat ik weet. Maar er zijn een partij van vrij zelfstandig denkende mensen. Ja, maar soms vindt er ook wel wat overleg plaats in coalitieverband hoe dingen landen. Klopt, maar dat was hier was niet primair aan de orde. Omdat als ik anders meer had gewijzigd of anders had gewijzigd, liep ik het risico dat ik opnieuw terug moest naar de Raad van State. Daarom is er gewijzigd wat er is gewijzigd. Andere wijzigingen, en u zult mogelijk in de stukken daar ook de sporen van vinden, dat ik op andere punten aangaf van, luister, dat kan eventueel in het kader van de discussie kunnen we dat doen, maar nu moeten we het niet doen. De heer Van der Laan zei van, dat bleek tijdens het verhoor, als je een onafhankelijke woonautoriteit hebt, ja, die kunnen dan ja, veel kleine zaken behartigen. En als dan dingen, als er zich belangrijke misstanden voordoen, dan kan dat geëscaleerd worden naar de minister en die kan dan ingrijpen. Is in uw aanpak, waarin u alles binnen het ministerie haalt, krijg je dan niet dat de minister zich juist in weerwil wat u zelf wilt, dat je veel meer te maken krijgt met individuele gevallen? Dat is potentieel, moet je inderdaad zullen de beslissingen genomen worden door de minister en zal die als individuele gevallen moeten nemen. Maar neem nou een ander punt, wat heel duidelijk ook uit die rapporten die u noemde ten aanzien van de integriteit duidelijk werden. Namelijk dat er bij die 400 corporaties die we hebben in het land, geleidelijk aan een onderscheid aan het ontstaan is tussen de kleinere en de grotere. En dat die niet allemaal over één kam geschoren kunnen worden, ook niet ten aanzien van de eisen die je eraan stelt. Omdat sommige problemen spelen sterker bij de kleine, andere problemen zullen sterker spelen bij de grote. Om dat allemaal in regels te gaan vertalen, zou tot een vrij gedetailleerd systeem van regels hebben geleid. En dat zou de noodzaak zijn, de gevolg zijn geweest van het kiezen voor een woonautoriteit.
Want dan is het een zelfstandig bestuursorgaan. Dan krijg je ook niet de opschaling naar de minister. Want je kunt niet een bevoegdheid neerleggen bij een woonautoriteit en vervolgens als minister ook nog houden. Dus op dat punt wilde je, gelet ook op de veranderingen die er in de woningmarkt en in de bouwmarkt plaatsvinden, daarin mee kunnen ontwikkelen, dan moet je dat niet te veel in regels vastleggen. Althans, dat was mijn inzet in de discussie over de wet. Mm-hmm. En ik begrijp dat op dit punt de wet met algemene stem is aangenomen in de Kamer. En het ontwerp is nog steeds in discussie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Groot. Meneer Donner, wij gaan met u naar 9 september 2011, en dat bedoel ik Vestia, de derivatenvulkaan die komt tot uitbarsting. Op 9 september 2011, dan, zo blijkt uit ons onderzoek, wordt de ingrijpende problematiek van Vestia bekend bij de ambtelijke top van uw ministerie. Mensen als meneer Frequin van de Giessen, Schaap, Nieuwenhuizen, die krijgen allemaal die informatie. En meneer Nieuwenhuizen zegt op 10 september in een intern mail, er is sprake van Nick Leeson-achtig scenario. Dat zijn zijn letterlijke woorden. Wanneer en op welke wijze bent u zelf geïnformeerd over dit megaprobleem bij Vestia? Ik zal niet kunnen zeggen dat ik beweer dat ik exacte datum in het hoofd heb. Dus ik heb die nagespeurd, maar dat is de 12e geweest. 12 september 2011. Ja, dus dat is gewoon bijna onmiddellijk dat het bekend werd op het departement. En ik meen zelfs dat het de heer Frequin mij al eerder telefonisch had gebeld dat er hier een substantieel probleem was. En toen? Welke actie? De actie die je bij dit soort dingen onmiddellijk neemt is, je krijgt een melding dat er rook is. Dan moet je weten waar is het vuur, wat is het vuur en hoe kan je het blussen. Dat zijn vervolgens zijn dat de stappen geweest. De eerste stap was in wezen, en dat die heeft plaatsgevonden in de loop van september, waarin in eerste instantie, want ik geloof dat op 9 september men nog sprak over beelden van dat er een borging nodig was van WSW in de orde van grootte van 400 miljoen. En dat dat tegen de tijd dat men erover besloot, eind van die maand, al een miljard was. Maar het kan ook zijn dat dat is wat ik nu uit de stukken haal, of dat ik dat is. Maar het was in ieder geval, was het vrij gigantisch. Het eerste punt is, een tweede punt, dat het liquiditeitssteun was. Dat niet een solvabiliteitsprobleem was in eerste instantie, maar een liquiditeitsprobleem. Met, inderdaad, de oorsprong derivaten. Dat was een begrip wat mij vagelijk bekend was, maar het was niet nu onmiddellijk, althans ik meende ook, omdat het komt in meerdere sectoren voor, wel ongeveer een beeld te hebben hoe het werkt, maar ook dat had ik niet onmiddellijk paraat. Maar twee weken na die 12e september, dus de 26e, dan stelt het Waarborg Fonds Sociale Woningbouw die borgingsfaciliteit ter beschikking aan Vestia voor de borging van een tijdelijk liquiditeitstekort in verband met die derivaten, hè, dus niet sociale woningbouw, maar voortvloeien naar derivaten. En dat bedrag was 1 miljard 50 miljoen, 1,05 miljard euro. Dus dat komt 26 september, komt het WSW dan mee met die borging. Wat was toen uw reactie toen dat bedrag er bovenop viel? Ja, dat inderdaad, dat mij bevestigde in het beeld dat er hier een groot probleem was. De vraag of het, ik was blij dat het probleem opgelost kon worden door de borging van WSB, omdat het alternatief was geweest dat Vestia op dat moment mogelijk voortschrijdend in moeilijkheden gekomen was. Dus in die zin is dat het eerste punt, dan heb je in ieder geval, heb je provisorisch, heb je het lek dicht. Blijft vervolgens de vraag, wat is nu de werkelijke omvang van het probleem? Dat is ook de reden waarom ik geloof dat al op de 29e september vervolgens er overleg heeft plaatsgevonden met het bestuur van Vestia over dit probleem en de noodzaak om zo snel mogelijk
de informatie te krijgen over wat nu de omvang was. Dat was ook de eis van WSW, meen ik, dat per 1 november zouden zij een volledig beeld moeten verschaffen over wat nu de hele samenstelling van de portefeuille was, waar het over ging. Maar die borging van zeg maar ruim 1 miljard euro, dat is natuurlijk een astronomisch bedrag. Als dat alleen naar derivaten toestanden voortvloeit. Was dat, welke concrete maatregelen leiden dat? Ja, op dat moment kan het tot geen andere concrete maatregelen leiden dan vaststellen, waar gaat het nou eigenlijk om? Want je constateert wel dat die vraag er is en dat in ieder geval na een eerste voorlopige toetsing het WSW niet constateerde, nou dat is nergens voor nodig, dat hoeft niet, maar dat men constateerde, dit is een reële noodzaak. Dat er samen met het Centraal Fonds vervolgens, was de eerstvolgende opdracht, zorgen dat je een zo duidelijk mogelijk beeld krijgt over wat er nu aan de hand was. Nou, dat heeft in verschillende fasen zijn tijd gevergd. En dat is dan nog, is dat vermoedelijk vrij snel gegaan. Maar dat beeld is pas op 9 december is dat ontstaan met het rapport, het extern rapport wat geboden is ook door de Vestia, als ik het wel heb. Ja, daar zal ik zo nog even op terugkomen bij u. Dat het feit dat het Waarborgfonds ruim 1 miljard euro borgingsruimte ter beschikking stelde voor die borging van een tijdelijke liquiditeitstekort, vond u dat een passende maatregel, een goede maatregel door het WSB? Dat kan ik niet beoordelen. Dat is een beslissing die in de financiële sfeer ligt, die primair ook niet een beslissing is die de overheid neemt, maar waar de overheid wel over geïnformeerd wordt vanwege de potentiële achtervang die in het geding zou kunnen zijn. Wat is gebeurd? De overheid is in het geding, maar primair. Maar ik kan de vraag natuurlijk ook andersom stellen. Die borging op tijdelijke liquiditeitstekorten die samenhangen met derivatenkwesties, is dat een goede zaak in het stelsel? Als het WSW daartoe overgaat? Nee, het is een goede zaak dat je op die wijze kunt voorkomen dat een grote woningcorporatie acuut in de moeilijkheden komt. Maar het is niet, naar mijn mening, waar uiteindelijk dit voor bedoeld is. Maar dat is de reden ook te meer om niet te constateren, nou dat is gebeurd. En daar laten we het bij. Maar wat ik de hele tijd ook met de heer Verkwijn heb aangegeven, hier moet het onderste van duidelijk worden van waar gaat het nu om? Wat is de achtergrond van het geheel en wat zijn de problemen? Wist u zelf eigenlijk eind september al dat de andere achtervangers, in dit geval gemeenten Den Haag en Rotterdam, dat die al geïnformeerd werden? Wist u dat? Ik neem aan, althans waarschijnlijk wel, want er is ook later heeft er overleg plaatsgevonden, ook met de VNG, over wat er gedaan zou moeten worden. Dus u wist dat? Althans, ik zal daar ongetwijfeld over geïnformeerd zijn. In die aanloop naar die borging door het WSW van die ruim 1 miljard euro liquiditeitstekorten, die jaren die eraan vooraf gingen, zo blijkt uit het onderzoek van onze commissie, heeft het WSW vaak overeenkomsten goedgekeurd en werden derivatenproducten die passeerden bij hun revue waar ze dan hun mening over gaven. En daarmee werd ook comfort geboden aan banken om die spullen te verkopen aan corporaties. Was u daar zelf van op de hoogte dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw überhaupt zich daarmee bezig hield met het goedkeuren van dit soort zaken? Nee. Wat vindt u dan zelf van dat? Dat is ook niet het eerste waar je mee bezig bent als je geconfronteerd wordt met het probleem. Dan is het eerste, wat kan ik doen om het lek te dichten? Of het lek boven water te krijgen? Wat vindt u er zelf van dat ze het wel jarenlang deden? Zo bleek dat dan zelfs onderzoek. Kijk, er is op dat terrein van derivaten is er veel misgegaan. Niet alleen in deze sector. De problemen hebben zich ook in andere sectoren voorgedaan, zoals ook door onderzoek heeft plaatsgevonden, onderwijs. Men heeft op een gegeven moment is men van die derivaten gebruik gaan maken. Maar in deze omvang, in ieder geval, is dat nooit de bedoeling geweest. Dat is ook vanaf het begin aan Vestia duidelijk gemaakt dat dit niet een normaal geval was. Maar dat zelfs op het eerste gezicht, bij een omvang die men toen schetste, die portefeuille veel te groot was. En ik begrijp ook dat dat de reactie was van het Centraal Fonds, dat alleen al de toename van de portefeuille in 1 jaar... dat die schrikbarend was. Ja, want ik neem even nog een stapje verder mee in de tijd. 11 november 2011. Dan komt er een brief van de financiële toezichthouder, het Centraal Fonds, dat ministerie. En daar staat al in dat die nominale waarde van de derivatenportefeuille, dat die dan 21,6 miljard euro bedraagt.
Overigens, half oktober was al, voor zover wij dat zien bij het ministerie bekend, dat ze al op zo'n 20 miljard zaten. Maar in ieder geval 11 november 2011 komt die brief van het Centraal Fonds. En van die maar liefst 21,6 miljard, dat is dat zogenaamde nominale volume, de helft daarvan dat bestaat uit producten die niet rechtstreeks een relatie hebben met het afdekken van renterisico's op variabele leningen. En de negatieve marktwaarde van het hele verhaal is dan ook al 1,8 miljard euro bij Vestia. Die informatie die dus door het Centraal Fonds op dat ogenblik naar het ministerie gaat, was dat voor u aanleiding om direct in te grijpen bij Vestia? Dat was al de hele tijd was dat aan de orde, namelijk over wat eraan gedaan moest worden. Maar ook op dat moment, en dat zult u ook uit het vervolg lezen, was dat nog niet het bedrag waar het uiteindelijk echt om ging. Ook dat is nog gegroeid in de periode daarna. Kortom, ook op 11 november bestond nog geen inzicht over de werkelijke omvang van het probleem. Dus daarom is er ook, nadien is er in de eerste plaats een antwoord gegaan naar Vestia. Dat ook dit overzicht nog niet klopte, was bovendien kwam daarbij de vaststelling dat de cijfers die nu geboden werden weer afweken van cijfers zoals die in oktober gegeven werden. Dus kortom, er was nog steeds het gevoel, we weten nog niet het onderste van de kam. Tegelijkertijd was het probleem ook zo groot dat in ieder geval door de directeur-generaal, ook bij deskundigen in de financiële markten, geconsulteerd is van hoe moet ik met een probleem van deze orde omgaan, ook omdat als, want dat was duidelijk, Vestia zou weer af moeten van deze contracten, in hoeverre die verkoopbaar waren. Met wie besprak u nou dat hele Vestia-dossier op dat ogenblik? Ik besprak dat alleen, ook vanwege de gevoeligheid van informatie daarover, met een hele kleine kring, de directeur-generaal, de directeuren, zij polsten gericht enkele mensen op andere departementen. En voor het overige werd ook op het departement, voor zover ik weet, de secretaris-generaal en anderen wisten er niet van. Maar was hij zelf als minister wel doordrongen van de urgentie van dit dossier, juist, gezien die astronomische bedragen? Juist daarom, en ook van de risico's, als hier iets van uit zou lekken, op ongecontroleerde wijze. En wat dan de potentiële schade zou kunnen zijn, en als dat bij de overheid gelegd had kunnen worden, wat dan de potentiële aansprakelijkheden van de overheid waren. Dat is ook de reden, en in deze moet een minister primair op zichzelf handelen. Maar wat ook blijkt uit het onderzoek in de tijdlijn, is dat eind november wordt de hulp ingeroepen van de collega's van Financiën, van het ministerie van Financiën. Op ambtelijk niveau. Ja. Dus de agent is ingeschakeld omdat je moest weten wat is de marktwaarde, wat is de verkoopwaarde van die documenten. Ja, akkoord, maar dus Financiën komt erbij, want die hebben er meer kijk op. Hè? Nee, Financiën, gericht bepaalde personen bij Financiën. Want ook met de minister van Financiën besprak ik dit niet. Maar als de hulp van Financiën wordt ingeroepen vanaf eind november, terwijl de 11e al die astronomische bedragen van het Centraal Fonds komen en al in september de grote vulkaanuitbarsting bij het ministerie ligt, waarom wordt dan tot eind november gewacht om Financiën erbij te halen? Vond men dan bij uw ministerie dat ze zelf voldoende kijk hadden op die derivaten? Nee, men had ook al veel eerder had men de agent, de heer Wilder, was ingeschakeld als ik wel. Ik geloof niet dat hij Wilders heet. Hij heet Erik Wilders, ja. Ja, Wilders toch. En in de tweede plaats was Financiën ook al eerder, in die zin althans personen bij Financiën, in de persoon van de heer Van den Berg, die samen met de heer Meijering gevraagd was over hoe deze situatie beoordeeld zou moeten worden. Dus het was niet het beeld van dat het departement volledig op de hoogte was. Nee, het departement heeft heel gericht, en dus niet Financiën, maar personen bij Financiën, gericht gevraagd om een oordeel. Ik geloof dat in dat kader ook de heer Boot nog gevraagd is om een oordeel over te geven. Dan komt begin december komt het verhaal van een aanwijzing ter tafel. Die besluit tot ingrijpen. Kijk, er was vanaf het begin was het duidelijk dat er moest worden ingegrepen. Althans in de zin van dat Vestia weer in ieder geval af moest van deze
ja, papier. Maar een aanwijzing komt pas begin december op tafel. De aanwijzing is pas aan de orde als je weet wat de werkelijke omvang is. Want anders geef je een aanwijzing op feiten die er nog niet zijn. Derhalve, er is inderdaad is er aan de orde geweest de vraag. Wel, in abstracto moet er een aanwijzing gegeven worden. En daar verschilden de meningen over. Ik meen mij te herinneren dat zowel het WSW als het Centraal Fonds liever geen aanwijzing hadden. Ofwel een tijdelijke aanwijzing. Omdat een aanwijzing met zich mee zou brengen dat ook ja, daar bredere bekendheid aan zou komen. Daar kom ik zo nog even op. Maar welke eisen stelde je nou vanaf het moment dat die aanwijzing op tafel begon te komen? Wat moest Vestia op dat ogenblik doen? Vestia moest, we moesten zo snel mogelijk af van deze potentiële risico's, in ieder geval druk op de liquiditeit, die op den duur ook de solvabiliteit van de onderneming had geraakt. Maar dat moest op een manier, zodat dat niet in crisiskader of in paniekkader zou moeten, maar dat dat zo geruisloos mogelijk zou moeten worden. In die fase is er ook, geloof ik, gesproken over dat men binnen een jaar terug zou moeten tot een omvang van het geheel waarbij de aansprakelijkheid niet meer was dan 250 miljoen. Dat is ook uit de daarop volgende discussies gebleken als een totaal onhaalbaar doel. Maar dat is de discussie over wat kan nou wel en wat kan niet. Heeft hij nou in die tijd zelf al eens aangedrongen op het vertrek van bestuurder Erik Staal? Nee, die fase is dat niet als je nog bezig bent om uit te zoeken. Als je bovendien zit in een fase dat je bevreesd bent, en dat bleek ook uit de adviezen, dat iedere ruchtbaarheid potentieel de schade hier groter zou kunnen maken en de documenten minder verkoopbaar zou kunnen maken, dan kom je niet aan de orde de vraag toe, moeten nu eerst mensen weg? Dat zou zonder meer, zou dat in het vervolg, zou dat een stap geweest zijn, maar dat is niet de eerste stap, want dan misschien tref je dan degene die nog het beste op de hoogte zijn van hoe kan ik er ook weer afkomen. Maar op 7 december wordt er voor het eerst contact gezocht vanuit het ministerie met de Raad van Commissarissen bij Vestia. Om het een niveau hoger te tillen daar, ja, bij Vestia. Ja. Waarom dan pas op 7 december, terwijl je al vanaf september bezig bent met... Ter voorbereiding, omdat we wisten dat op 9 december, in die dus in de loop van die week, dat rapport uit zou komen over wat de totale omvang was. Daarom heb ik ook in de vrijdag daaraan voorafgaande voor het eerst de ministerraad ingericht. Ook daar is dat gebeurd op mondelinge basis. Op basis van zuiver en alleen mondelinge berichtgevingen, niet op basis van stukken. Idem dito zijn er in de loop van die week zijn. Dus de Raad van Commissarissen is ingelicht. Omdat we vermoeden dat we in de loop van die week bekend zou worden wat de totale omvang was. En dan zou er vrij snel ingegrepen moeten worden. Nog even terug naar september, 9 september 2011. En de 10e en de 11e, dan knalt het naar het ministerie al die informatie over Vestia? Nee, dan krijg je alleen maar het signaal, er is rook. Nou, de ambtelijke top van het ministerie, dat blijkt helder uit ons onderzoek, meneer Donner, weet dan dat er een heel groot probleem ligt met Vestia. Met een kolossaal bedrag. Vervolgens zien we dat aan alle stappen die we net in de tijdlijn de revue lieten passeren, en dan komt er begin december voor het eerst die aanwijzing ter sprake, en 7 december Raad van Commissarissen. Dat betekent wel dat meneer Staal in ieder geval 3 volle maanden zijn gang kan blijven gaan. En met name ook meneer De Vries, die treasurer, wiens rol toch wraakwaardig is, die kan ook 3 maanden zijn gang gaan. Die kan daarna nog veel langer zijn gang gaan uiteindelijk. En de vraag van onze commissie is dus van waar zit nou die crux van september komen die astronomische getallen binnen bij het ministerie. En ergens in december gaat het balletje pas echt bewegen. Nee. Als je iets doet, moet je wel weten wat je doet. En moet je dus weten wat het probleem is. Gewoon in gaan grijpen, zonder dat je de volle omvang weet, zonder dat je op een gegeven moment de problemen kent, is het laatste wat je kunt doen. Dat bleek ook in dit geval, want toen op 13 december de zaak met Vestia besproken werd, kwam dus als een aap uit de hoge hoed die clausules die in de verdragen, de verschillende contracten stonden, dat er niet ingegrepen kon worden. En dat legde op dat moment het traject weer lam. Als er eerder ingegrepen was naar de bestuurderen, dan was op dat moment, waren die clausules even hard waren aan het licht gekomen. En dan hadden we nog niet eens geweten wat de totale omvang van het probleem was. Nee, als u geconfronteerd wordt met een probleem,
moet je eerst zorgen dat je de voorlopige labmiddelen treft, van dat het niet erger wordt. Dat was het punt van de WSW-borging. Tweede moet je weten, wat is er aan de orde? Dat in de loop van november is er ook naar Vestia heel duidelijk aangegeven dat men dat af moest bouwen. En dat er op dat punt ook een plan van aanpak zou moeten zijn hoe dat verder afgebouwd moest worden. Daarna is aan de orde gekomen en de direct betrokkenen gaven signalen af dat ze dat liever niet in een aanwijzing vastgelegd zouden willen hebben. Ik heb toen gemeend dat dat wel in een aanwijzing vastgelegd zou moeten worden. En daar is vervolgens ook naartoe gewerkt. Maar je kunt natuurlijk die periode die vooraf gaat, we komen er zo op aan het bekend worden van die toezichtbelemmerende clausules in die derivatencontracten. Kun je natuurlijk wel zeggen van een miljard borging voor liquiditeitstekorten. Moeten we niet even die pyromanen vast bij het vuur weghalen? En meneer Staal, hoe zit dat met die treasury van u? Ja, maar dat vooronderstelt kennis die u nu pas heeft dat het probleem onder andere zat in de treasurer. Dat was aan het begin was dat helemaal niet duidelijk. Er was wel een probleem dat er iets mis was. Ja, maar meneer Nieuwenhuizen die zegt de Nick Leeson scenario, die treasurer, werd gezien als een genie. Maar dat is hij niet. Het is rampzalig wat er gebeurt. Dat mail stuurt hij begin september rond in de ambtelijke top van uw ministerie. Dus dat geeft u alleen al aan dat het beeld was, men beschouwde hem op dat moment als een genie. Nee, toen niet meer hoor. Als je het eerste wat je doet is niet de genieën weghalen. Dat hij de kwade genie was van het geheel, althans en dat weet ik nog niet, dat is vervolgens in dat loop van de tijd duidelijk geworden. Daarom is, meen ik ook, heel duidelijk vanaf november ook aangegeven, luister, één ding, dit moet niet verder uitbreiden. Maar het is zo dat ook op dat moment stond nog niet vast wat de totale omvang van zowel de contracten was, als van de risico's die daarbij gelopen werden. Ja, dan wordt het natuurlijk een discussie van wat is de bandbreedte, van hoeveel miljarden moet het probleem groeien, totdat je zegt van het is al heel erg groot en ik moet nu met die hamer op tafel slaan. Maar het is niet zo dat het groeide in die tijd, maar die dossiers die kwamen pas boven water. En natuurlijk, ja, het was een vorm van piramidespel. Dat blijkt nu ook. En ook dat was op dat moment niet duidelijk, waar men met het een het ander afdekte vermoedelijk. Wanneer was u zelf op de hoogte van die toezichtbelemmerende bepalingen, die clausules, die invent of default konden opleveren, met een moeilijk woord, in die derivatencontracten? De dag dat daar ambtelijk Binnenlandse Zaken mee geconfronteerd werd, 13 december. En toen is onmiddellijk, heb ik gezegd, dan wil ik die contracten hebben waar dat in staat. Dat is, de 14e is dat doorgegeven aan Vestia. Vervolgens bleek ook nog dat die er ook niet onmiddellijk geleverd werden. Die zijn pas de 16e zijn die geleverd aan het departement. En als onderzoek blijkt overigens dat banken het een volstrekt normale zaak vonden om dit soort clausules op te nemen en al die contracten met die coöperaties, trouwens ook met andere instellingen, omdat ze daarmee hun eigen risico natuurlijk beperkten. En daar eerder de buit weer konden ophalen. Als iedereen dat een normale zaak vindt en al die contracten waar die clausules in staan worden zelfs door het waarborgfonds getoetst en akkoord bevonden, wist men dat op het ministerie, dat iedereen dat een normale zaak vond? Nee. Had het ministerie dat dan niet moeten weten? Nou, ze wisten het niet. Ik weet ook niet of ze het hadden moeten weten, want het is niet zo dat het departement contracten controleert. Maar wie had dat dan aan het ministerie moeten melden dat dit soort zaken gebeuren en dat het uw toezicht... In eerste instantie had dat vanaf het begin, had dat door Vestia uitdrukkelijk gemeld moeten worden. Want men wist dat dit een probleem was, want anders had men niet op de 13e meegedeeld dat er hier een probleem zat. En wie het voor het overige moest weten, ja, daar wacht ik uw oordeel over af. Maar we zien in ieder geval dat de Waarborgfonds Sociale Woningbouw, een kerninstituut in deze hele sector, die keurde al die master agreements goed, waar die bepalingen ook in stonden. Hadden zij daar misschien een rol in gehad om dat aan het ministerie te leggen? Jongens, kan dit niet voor jullie negatief uitpakken? Dat kan ik niet overoordelen nu. Ik constateer gewoon dat op dat moment, ook voor die tijd, deze clausules niet aan de orde zijn gekomen als belemmering om op te treden. Daar is men de 13e mee geconfronteerd door de heer Staal in het overleg dat toen plaatsvindt, waarin hij werd aangekondigd volgens de vaste procedure dat er een aanwijzing zou komen. En de bedoeling was die aanwijzing die dag of de volgende dag te nemen. Er waren overigens al die tijd wel degelijk wettelijke regels vanuit het ministerie ook over het gebruik van derivaten door woningcoöperaties.
veelal neergelegd in zogenaamde circulaires. Die regelgeving voor het gebruik van die derivaten door woningcorporaties, was dat in uw ogen als minister voldoende duidelijk voor iedereen? Nee, dat was ik niet überhaupt op dit punt over regels waren of dat er geen regels waren. Zoals gezegd, ik werd in september geconfronteerd met het verschijnsel derivaten in de woningbouwsector. Er stond toen vrij snel ook vast dat bij deze omvang er zonder meer strijd was met BBSH. Dat hier de continuïteit van de woningbouwcorporatie potentieel mee in gevaar zou kunnen komen. En dat het om die reden alleen al in strijd was met het BBSH. Maar daar heb je op dat moment weinig aan. Want het eerste is dat je moet weten, waar zit het nou? Hoeveel zijn het er? Wat is de omvang? Wat is ook de aard van de contracten die er zijn? Want ook dat, als u kijkt naar de cijfers in november, was er nog sprake dat 1% rentedaling zou leiden tot 1,8 miljard aansprakelijkheid. In het eindrapport van 9 december is dat al 2,3 miljard. Dus dat het strijdig is met dat BBSH, dat is evident, maar is dat die wetenschap, wie had die nou moeten hebben op een eerder moment? Als je had geweten dat die derivaten er in deze omvang waren, dan was er al veel eerder opgetreden. En dan had je een beroep kunnen doen op BBSH om Vestia een aanwijzing te geven om het minder te doen. Maar als je het niet weet, dan is het weinig, heb je er weinig aan om te constateren dat tegen de tijd dat je het weet dat het in strijd is met de regels. Want anders, als het niet in strijd was met de regels, had men zelfs überhaupt niet kunnen optreden. Wie beoordeelde nou, naar uw mening als minister toen, wie beoordeelde er of men voldeed aan de regels bij corporaties? Uiteindelijk zou dit een besluit geweest zijn van de minister, wat tot uitdrukking was gekomen in een aanwijzing. Namelijk dat wat zij er verder ook van dachten, of het wel kon of niet, dat het naar het oordeel van de minister in strijd met het BBSH was en dat het daarom afgebouwd moest worden. Dat is waar die regeling voor van toepassing is en waar je het instrument van de aanwijzing voor hebt. En die aanwijzing is daarom ook, dat is, heb ik in ieder geval mijn inzet steeds geweest, dat er vrij hard hier opgetreden moest worden. En daarom stond bij mij het beeld voor ogen dat dit zou leiden tot een aanwijzing. Dat dat niet gebeurd is, heeft vervolgens het gevolg van het feit dat we op de 13e geconfronteerd werden met deze clausules. Wie dat eerder had moeten weten, weet ik niet. Maar ik constateer gewoon uit de reacties die ik hoorde dat men het niet wist. Meneer Bashir. Meneer Donner, ik ben naar u aan het luisteren en u zegt dat er in het begin sprake was van rook, maar dat het niet helemaal duidelijk was waar het vuur was en wat het vuur was. Maar ik heb hier een e-mail voor mij van de heer van Nieuwenhuizen van 10 september. Dat is de dag nadat de problemen al bekend worden. En hij legt in zijn mail de vinger meteen op de zere plek, namelijk de onbeperkte bevoegdheden van het Russerer, die in zijn eentje op de beurs allemaal derivaten afsluit. En hij spreekt over een Nick Leeson-achtige scenario. Dus hoe kan het dan dat uw ambtenaren blijkbaar wel weten waar het vuur zit en u niet? Nee, pardon. Zij weten ook alleen maar hebben een indruk van wat de mogelijke oorzaak zou kunnen zijn. De formulering die u gebruikt maakt dat duidelijk. Maar ook dat betekent niet dat je dus dan kunt gaan ingrijpen. Want je moet eerst weten, waar zijn de contracten? Wat zijn de implicaties van die contracten? Dat is het meest elementaire ook überhaupt voor handelen en voor een aanwijzing, want dat was het middel waar naar gewerkt moest worden, is dat je moet weten, waar gaat het over? En niet beelden van het zou wel eens zoiets kunnen zijn. Maar u haalt nu twee dingen door elkaar, namelijk de grootte van de contracten en wat in die contracten stond en wie die contracten aan het afsluiten was. Degene die de contracten aan het afsluiten was en wat hij deed en op welke manier dat gebeurde, dat heeft de heer Nieuwenhuizen in zijn mail gewoon duidelijk opgeschreven. Ik dacht dat u de formulering gebruikte, het zou wel eens kunnen zijn. Dat geeft al aan dat hij het ook niet wist. Nee, hij zegt dat niet. Hij zegt, er zit een trusserer bij Vestia waarvan we tot voor kort dachten dat hij geniaal was. Hij gaat financiële arrangementen aan waarbij hij rekening houdt met verschillende rentescenario's.
Hij werkt met allerlei complexe producten, waarvan swaps en derivaten nog het meest overzichtelijk zijn en die voor het departement en het CFV niet meer zijn te doorgronden en voor het WSW waarschijnlijk ook niet meer. En dacht u dat zo'n formulering de basis voor een aanwijzing kon zijn? Dat is voor u dan niet het geval geweest? Dat een aanwijzing is een rechtsbeschikking die je pleegt. Daar zul je moeten motiveren en zul je moeten aangeven wat de gronden zijn. Wat u nu beschrijft is inderdaad een eerste beeld. En dat zal moeten blijken en bevestigd worden door het onderzoek wat eruit volgt. Ja. Dat is ook gebleken. En dat is vervolgens is daarop gehandeld. Maar dat betekent niet dat een eerste e-mail aangeeft, oh, u wist het al. Ja, maar de eerste e-mail legt meteen wel de vinger op de zere plek. En dan, dat is op 10 september. En vervolgens wacht u tot 7 december voordat u met de Raad van Commissarissen van Vestia in gesprek gaat? Nee, er is voor die tijd is er net al aangegeven op 13 november. En voor die tijd in oktober is er ook al overleg geweest met WSW. Is in november is er door aangegeven dat de informatie onvoldoende was. Er is vrij snel aan het begin is er ook al door de 29 september had ik het net over, is er door de directeur-generaal een gesprek geweest met Vestia over de problematiek. Dus het beeld. Maar ik heb het over de Raad van Commissarissen. Ja, met de Raad van Commissarissen. Eerst ook daar moet je op een gegeven moment met de Raad van Commissarissen ga je praten als je ongeveer weet wat de bedoeling is. Ja, wij hebben hier diverse verhoren gehad, ook met de leden van de Raad van Commissarissen van Vestia. En zij hebben aangegeven dat geen enkele toezichthouder, dus Binnenlandse Zaken niet, het Centraal Fonds niet, het Waarborgfonds niet, met hun contact heeft opgenomen tot die 7e december. Nee, dat kan heel wel zijn, omdat in die fase, mede vanuit een oogpunt van dat de kring van personen die erover betrokken waren, vrij beperkt waren, dan praat je met degene die je hier direct nodig hebt voor het onderzoek. Ja, nee, ik ben het aan het vragen van wat dan, want je hebt net aan het begin van het verhoor door de heer Van Vliet gezegd dat ingrijpen de hele tijd aan de orde was. Dat heeft hij zelf gezegd. Dus ik ben aan het kijken van wat dat dan nou concreet betekent. En ik ben die dingen aan het aflopen van ingrijpen betekent in de eerste plaats dat je moet weten wat is hier concreet aan de hand. Ja. In welke situatie? Daarom haalde ik ook de mail van de heer Nieuwhuis. In welke situatie grijp ik in? U, het enige wat u noemt is een e-mail die een indruk geeft aan het begin. En waar vervolgens, zoals uit verloop ook kan blijken, pas de 26e heeft er een voorlopig beeld, 26 september, namelijk bij het WSW. Wat leidt tot de aanwijzing dat per 1 november het beeld volledig geschetst moet worden door Vestia. In de loop daarvan vindt er ook nog overleg plaats met het bestuur van Vestia. Pas op 8 november komt die informatie en dan wordt er vrij snel daarna geconstateerd dat die nog niet volledig is. Dat leidt tot de reactie, ik geloof, 11 of 13 november. Ja. Dus het beeld van dat er aan het begin al duidelijk was wat het probleem was, wordt niet bevestigd door het verloop van de zaken. En ook dan blijkt in november de beelden en de bedragen waar het om gaat nog niet te corresponderen met het beeld zoals het eind vaststaat. Ja, dat heeft u net gezegd, meneer Donner. Dat hebben we genoteerd. Meneer Donner, uw medewerkers overleggen in de periode september tot december 2011 koortsachtig met elkaar om de financiële problemen bij Vestia op te lossen. Er is op dat moment, het is net opgemerkt, ruim 1 miljard euro steun verleend aan een noodlijdende corporatie. Het ministerie en wethouders in Den Haag en Rotterdam zijn daarvan op de hoogte, maar de Tweede Kamer nog niet. Waarom heeft u eigenlijk de Tweede Kamer niet geïnformeerd? De Tweede Kamer was de consequentie geweest, 3 dagen nadat vastgesteld vond wat de omvang was, zou de Tweede Kamer zijn ingelicht. Dus wat dat betreft is de Tweede Kamer was zo snel mogelijk als dat aan de orde was, was informatie van de Tweede Kamer aan de orde. In die voorfase was nog niet duidelijk wat het probleem was, was niet duidelijk wat de omvang was, was niet duidelijk wat de volle implicaties zouden zijn. En was gold bovendien het risico als hier iets van naar buiten gaat,
dan kan de schade nog wel eens vele malen groter zijn. Desondanks heb ik gekozen voor een koers die zou ingehouden hebben, namelijk inlichten van de Tweede Kamer. Dat was een aanwijzing geweest. Daarom ik geloof dat ook in het dossier er al een brief zit die voorbereid was om de Tweede Kamer in te lichten. Dat is 3 dagen na het moment, het vroegste moment waarop de Tweede Kamer kon worden ingelicht. U zegt veel was niet duidelijk, daarom is de Tweede Kamer niet geïnformeerd. Maar wat wel duidelijk was, was dat er een groot probleem was. Want u zag overal rook om u heen. Sterker nog, er moest €1 miljard overgemaakt worden om de acute problemen op te lossen. Ja, maar zo dat was geen reden om de Tweede Kamer te informeren. Zo werkt het inlichten van de Tweede Kamer niet. En zo wenst de Tweede Kamer ook niet ingelicht te worden, in mijn ervaring, met de mededeling er is iets, maar ik weet nog niet wat de omvang is en ik weet ook nog niet wat ik eraan doen moet. Kijk nu naar de andere trajecten die u aan het bestuderen bent, zoals WSG. Dat was een probleem wat al in de loop van 2010 bekend was op het departement, waar al in augustus 2011 vragen over kwamen van de Kamer, waar pas de Kamer formeel is ingelicht in eind 2011 bij een aanwijzing. Ja. Dus, maar dat hebben we net besproken. Laten we even onze focus nu op Vestia. Het feit dat er een probleem is, is geen reden om de Kamer in te lichten. Dus u zegt, en dat is uw mening, dat op het moment dat er een probleem is, dat dan de Kamer niet hoeft geïnformeerd te worden? Nee, en dat is, u kunt ook niet enig voorbeeld nemen waar dat wel het geval is. Dat zijn de gevolgen waar een minister, duidelijk, want dat is de functie van de Kamer, inlicht. Dit is het probleem en dit kan ik eraan doen of dit ga ik eraan doen. Want dit is uw mening of is dit staatsrecht volgens u? Dit is staatsrecht. En hoe verhoudt dit zich tot de actieve informatieplicht? Dit is de actieve informatieplicht dat daar waar aansprakelijkheden van de staat in het geding kunnen zijn, daar zal de Tweede Kamer worden ingelicht. Daarom wordt de Tweede Kamer ingelicht als er een aanwijzing gegeven wordt. Of dat vertrouwelijk is, daar kun je dan nog over discussiëren. Maar de Tweede Kamer wordt niet ingelicht op enig, in mijn ervaring van 9,5 minister, op een moment dat je het gevoel hebt, hier is een probleem, maar je niet de omvang weet. Nee. U hebt het over een gevoel, maar het is niet geen gevoel. Het is een feit, namelijk dat er €1 miljard, 1,05 miljard euro, overgemaakt moest worden om acute problemen op te lossen. Inderdaad is er 1 miljard. En er was veel meer ook. Borg door de WSW gegeven, maar het is ook niet zo, en ik denk ook dat u dat niet uit de dossiers kan halen, dat iedere keer dat er door de WSW iets geborgd wordt, dat dan de Tweede Kamer wordt ingelicht. Dat is. Ja, maar dat dit is nou wel net 1 miljard, onderscheid 1,05 miljard. Het is het onderscheid tussen bestuur. Nee, de omvang doet er niet toe. De omvang maakt juist eerder dat je mede met het oog op die aansprakelijkheid van de staat zorgvuldiger omgaat met wie kan ik dit wel vertellen. Ik had zelfs de ministerraad hier niet over ingelicht vanwege de risico's dat het bekend zou worden. Daarom was er ook geen reden om mededelingen te gaan doen. Er is iets, maar we zijn nog aan het uitzoeken wat er is, want dat had de risico's verhoogd. Maar u kunt niet zeggen dat de Kamer hier niet is ingelicht, want 3 dagen nadat bekend was, ja, en wat net de implicaties gezegd, waren, ik weet dat u dat niet wil horen, maar 3 dagen na het bel was er een besluit van mij om de Kamer in te lichten. Dat was in december, 17 december. Ik heb het nu over de periode september tot december. In de fase dus dat er uitgezocht werd, wat is het probleem? Klopt het dat u, directeur-generaal, u in november wel heeft geadviseerd om de Tweede Kamer wel te informeren? Nee, er is op dat moment lagen er adviezen van enerzijds de heer Meijerink en de heer Van den Berg. Die zeiden, dit moet niet rugbaar worden. Er lag een advies van de heer Wilders, die meende dat er wel rugbaarheid aangegeven kon worden als er ingegrepen werd. En ook een advies van de heer Boot dat er hier zichtbaar, tastbaar ingegrepen moest worden. Dat, die adviezen kwamen erop neer dat inderdaad, juist om het vertrouwen te wekken, je, als je een hier ingreep, de Kamer zou inlichten. Dat is waarom er gekozen is voor een koers, ondanks tegelijkertijd de adviezen van WSW en het Centraal Fonds, om
een andere weg te kiezen waarbij er dat risico niet zou bestaan, gekozen voor een aanwijzing. Alleen dat is niet doorgegaan op het moment dat bleek dat daarmee de contracten onmiddellijk opeisbaar zouden kunnen worden. Dus u hebt in november, eind november, 29 november bijvoorbeeld, geen advies gekregen van uw ambtelijke top om de Kamer wel te informeren? Voor zover ik weet waren er verschillende adviezen, maar nogmaals, ook op dat moment zou het pas het eerste moment om de Kamer in te lichten zou zijn op het moment dat er een aanwijzing gegeven wordt. U zei net van ook dat de Kamer niet op deze wijze wenst geïnformeerd te worden. Maar we hebben hier ook een verhoor gehad van de heer Van Bochhoven. Hij heeft hier verklaard dat het principe zou moeten zijn dat de Kamer bij problemen altijd geïnformeerd moet worden, ongeacht of er al een oplossing is. Dus dat, de Kamer wil dat graag geïnformeerd worden, dat heeft de heer Van Bochhoven gezegd. Maar dat is niet geldend staatsrecht. En bovendien, in mijn ervaring als minister, is de Kamer je daar nooit dankbaar voor, want die willen weten, wat gaat u daaraan doen? En als ik een Kamer inlicht, althans bij, en soms kwam dat voor, dat je nog niet volledig wist wat er aan de hand was, dan was de Kamer onmiddellijk verweet je dat je onvolledig was. Neem nou het voorbeeld wat we net bespraken van DSG, waar u meent dat omdat daarin gesproken werd van 0 euro aansprakelijkheid, terwijl achteraf blijkt dat het groter was, dat daardoor de Kamer verkeerd is ingelicht. Nou, dat was de hele situatie tot 9 ja, maar dan, december. Dan zou dat geweest zijn met betrekking tot Vestia. Dat ik even, een punt van orde. Of de Kamer wel of niet verkeerd is ingelicht in het dossier WSG, daar gaat onze commissie zich nog over buigen. De conclusie hebben we nog niet getrokken. Nee, maar ik constateer dat dit een voorwerp was van praten. Dit steekt onze aandacht, zeker. Er werd net gesproken over het op het verkeerde been gezet. Ja, meneer Bashir. U hebt het over geldende staatsrecht. Maar geldende staatsrecht is dat de Kamer geïnformeerd dient te worden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken. En de heer Van Bochhoven die heeft hier bij ons verklaard als oud-Kamerlid dat hij het principe zou moeten zijn dat de Kamer wel geïnformeerd moet worden. Wat de taak van de Kamer is controleren wat de regering doet. Derhalve, dat begint op het moment dat duidelijk is wat een probleem is en wat de regering voornemens is eraan te doen. Die situatie. En zolang de Kamer, of zolang de regering niet voornemens is iets te doen, hoeft de Kamer niet geïnformeerd te worden, zegt als duidelijk is wat het probleem is en de regering is niet voornemens iets te doen, dan kan er een situatie zijn om wel de Kamer in te lichten, want dan is het een kwestie van controle. Maar zolang niet duidelijk is wat het probleem is, mitsdien ook niet duidelijk is wat je er in gereden aan kan doen, en derhalve de Kamer alleen maar kunt inlichten, er is iets, is dat niet een situatie waarin de Kamer haar taak kan uitoefenen. Die kan op dat moment alleen maar zeggen, ga verder met uitzoeken wat er is. Op dat moment, in deze situatie, gaf dat een situatie dat, en ik ben hem ook niet verder tegengekomen, maar bovendien zou in deze situatie, liep ik het risico dat bij iedere rugbaarheid de risico's voor de staat groter zouden worden. Dat was de reden dat ik in afwijking ook van binnen het departement gebruikelijke gang van zaken daar niemand had ingelicht en dat ik pas op 2 december de ministerraad heb ingelicht en dat mondeling heb gedaan vanuit diezelfde overweging. Uit zorg voor de belangen van de staat dat we niet aansprakelijk zouden worden voor grote schade. Over die ruchtbaarheid zal ik het zo met u nog over hebben. We zijn er overigens nu hier niet voor om nu meteen conclusies te trekken. We doen aan waarheidsvinding, we willen u graag horen. Maar dan wil ik het met u nog hebben over de budgettaire optiek. Is er naar uw optiek, naar uw mening en plicht om van de minister om de Kamer te informeren op het moment dat er grote financiële risico's zijn voor de staat? Op het moment dat er potentieel grote risico's ontstaan, ben ik het met u eens. En dat vooronderstelde dus alweer kennis van waar gaat het hier om. En dat is dus het traject waarom dat zo snel mogelijk is gedaan. Toen dat eenmaal vaststond, is er vrijwel, de 9e was een vrijdag, er is licht een weekend tussen, dat er op de 12e ik aangegeven heb te kiezen voor het traject van december, een aanwijzing. Ja, ja. Dus 3 dagen. Ja, maar dan zijn we in december. Alleen ik heb het over september tot december.
Toen was het niet bekend wat het probleem maar was. Maar dat er een groot probleem was, was wel bekend. En dat er ook een miljard euro overgemaakt was, waar de staat uiteindelijk met de gemeente een achtervang was. Dat was ook bekend. En dus grote financiële risico's. En dan is het dus niet naar uw optiek van belang om de Kamer te informeren. Ik heb u aangegeven, en u zult ook uit de dossiers niet kunnen vinden, dat die gevallen dat de WSW borgt, dat dan de Kamer wordt ingelicht. Dat is in geen van deze gevallen zult u dat vinden. Dus het is een uitleg. Ja, ik begrijp dat u de heer Van Bochhoven aanvoert in deze, dat dit in principe zo zou moeten zijn. Maar ik denk dat u in de praktijk weinig bevestiging voor deze stelling vindt. Dat laat onverlet dat als dat zijn mening is, dat dat zijn mening zal zijn. Ja, maar u hebt wel iemand anders geïnformeerd. Namelijk de andere achtervang, de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Waarom heeft u hun wel geïnformeerd en de Tweede Kamer niet? Omdat zij potentieel ook aangesproken zouden worden. Dus is het logisch dat zij meegedeeld worden. Ik denk bovendien dat ik dat niet gedaan heb, maar dat ze door WSW zijn ingelicht. Dus alleen op het eind heeft er een gesprek plaatsgevonden met de VNG. Ja, dus omdat de gemeente Rotterdam en Den Haag potentieel achtervang waren. Nee, ze waren achtervang en zouden dus potentieel aangesproken juist, kunnen worden. Juist, ja, daarom zijn ze geïnformeerd. Maar datzelfde geldt toch voor de staat ook? En daarom zou de Kamer ook onmiddellijk ingelicht worden, zodra duidelijk was wat de omvang van de risico's was. Ja, maar dat was dus nog niet duidelijk, maar toch zijn de gemeenten wel geïnformeerd. Omdat zij net als, dat is hetzelfde als dat het departement werd ingelicht door het WSW. Namelijk, ze zouden er potentieel op aangesproken kunnen worden. Maar ook in Den Haag en Rotterdam is de gemeenteraad niet ingelicht vervolgens nadat de betrokken wethouders deze informatie hadden. Dan ga ik met u verder naar 16 december. Dan beslist het kabinet over uw benoeming tot vicepresident van de Raad van State. Dezelfde dag vindt ook de overdracht plaats van uw dossier naar uw opvolger mevrouw Spies. En u bespreekt dan ook het dossier Vestia voor het eerste keer met haar. Wat was uw eerste boodschap bij de overdracht aan uw opvolger? In de eerste plaats nog wat ik feitelijk gedaan had met betrekking tot de contracten die we op diezelfde dag gekregen hadden. Dat diezelfde dag naar de landsadvocaat gegaan waren om een oordeel te krijgen of de uitleg die eraan gegeven was juist was. Anders had het traject van de aanwijzing door kunnen lopen. En vervolgens heb ik haar na de beëdiging ingelicht dat dit een van haar grootste problemen was waar ze onmiddellijk mee geconfronteerd werd. En heb haar vrij gedetailleerd ingelicht over alles wat er op dat moment bekend was, maar ook dit uitsluitend en alleen met de directeur-generaal erbij, ook niet de politieke assistenten erbij. Want eerder hebben dan ook geen informele gesprekken plaatsgevonden met de toekomstige minister Spies? Nee, want dat speelde zich allemaal vrij snel af. Dus toen is pas voor het eerst de informatie met haar gedeeld gesprek? Daarvoor wist zij het niet? Nee, en bovendien, dan zou ze niet binnen de kring hebben gevallen met wie ik vertrouwelijke informatie deelde. Ja. U wilde een aanwijzing geven, maar dat kon dus niet, omdat er ook toezichtsbeperkende clausules waren in de derivatencontracten. Dus de aanwijzing kon niet. Toch besluit uw opvolger om de Kamer wel te informeren, terwijl de potentiële risico's alleen maar groter werden nu de toezichtsbeperkende clausules bekend waren. Wat verklaart deze andere taxatie nou, dat uw opvolger wel de Kamer informeert en u niet? Ik had gekozen voor een traject wat inhield dat ik voor haar komst nog de Kamer ingelicht had. Dat was als die aanwijzing gegeven was. Na het weekend wist zij dat dat traject niet mogelijk was, maar heeft zij dus gekozen voor een andere vorm van inlichten van de Kamer. Maar ik heb niet besloten om de Kamer niet in te lichten, ik heb besloten om de Kamer wel in te lichten. Tegen bepaalde adviezen in die ik had. Ja, pas in december. Ja, maar voor die tijd heb december ik uitgelegd. Dus voor die tijd kon ik de Kamer niet inlichten, want het was niet bekend het probleem. Maar uw beeld nu, van dat ik besloten had om de Kamer niet in te lichten, klopt niet met de feiten zoals ze liggen.
Ik had besloten om de Kamer in te lichten. Alleen de wijze waarop dat kon, kon niet doorgang vinden. En vervolgens kiest minister Spies ervoor om de Kamer vertrouwelijk in te lichten. Uit ons dossier blijkt iets anders, namelijk dat u zelf uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om de Kamer niet te informeren. En dat is in november gebeurd. Dan ben ik benieuwd, maar dat klopt dus niet. In november was er inderdaad niet aan de orde de Kamer niet inlichten, zolang we niet weten wat het probleem is. Dus u zegt, in november heb ik wel besloten om de Kamer niet te informeren. Nee, ik kan me niet herinneren, maar als dat de beeld is, maar u zou mij het stuk voor moeten leggen waaruit zou blijken dat ik dat gezegd heb. Ja, maar in december heeft uw opvolger de Kamer uiteindelijk geïnformeerd in een vertrouwelijke setting. Zij heeft op een andere manier de Kamer geïnformeerd. Zij heeft dus gedaan wat ik al voornemens was om de Kamer in te lichten. Ja. Waarom heeft u zelf de Kamer niet eerder vertrouwelijk geïnformeerd? Ik heb u dat aangegeven. Dat kon niet eerder. Namelijk, de 9e wist ik wat er was. En mijn bedoeling was om een instrument te gebruiken wat zonder meer geleid had tot bekendheid bij de Kamer. Ja. Nee, want de reden waarom ik die laatste vraag nog een keer stel is omdat u net zelf ook zei dat de bekendheid van dit dossier in een beperkte kring wilde houden. Totdat bekend was wat de omvang van het probleem was. Dus u had de Kamer wel vertrouwelijk kunnen informeren? Nee, want ik heb ook de ministerraad heb ik pas in die laatste week ingelicht. Je kunt allerlei mensen vertrouwelijk in gaan lichten, maar hoe meer je over een probleem praat, dan zal onvermijdelijk de kring groter worden. De Kamer was in deze, was niet aan de orde of ze ingelicht zouden worden, want de Kamer wordt ingelicht als je weet wat het probleem is en wat je eraan doet. Dat past bij de functie van de Kamer. En ik denk dat u geen, nee, ik denk dat u ook in de dossiers die u bekijkt geen voorbeelden kunt vinden dat het anders is. Kijk naar de voorzitter. Dank u wel, meneer Bashir. Meneer Donner, de discussie over de actieve informatieplicht van een bewindspersoon naar de Kamer, die voeren we niet op een staatsrechtelijke, algemene, theoretische manier. Die voeren wij als commissie, althans dat leidt tot vragen bij onze commissie, over specifiek het dossier Vestia. Kijk, als we bedenken dat Vestia was met afstand toen de grootste coöperatie, dat wordt door sommigen betiteld als een systeemcoöperatie. Er bestond een risico dat Vestia in surséance van betaling zou komen, dat is een voorbode naar een faillissement. Er bestond een risico op een hele grote saneringsronde, et cetera, et cetera. Op het moment dat je ook gemeentes informeert omdat ze achtervanger zijn, dreigers evengoed achtervangen voor een groter deel, men dat je dat doet en de Kamer niet informeert, terwijl je weet van er is een kolossaal probleem met Vestia, het zijn astronomische getallen en het is een risico dat de overheid wordt aangesproken. De Kamer zat op dat ogenblik notabene in een begrotingscyclus qua debatten in de Kamer. Dit zou daar rechtstreeks impact op kunnen hebben. Dan zou je toch kunnen zeggen, dat is echt een vraag van onze commissie, moet die Kamer niet gewoon geïnformeerd worden over dit megagrote probleem? Al is het dan vertrouwelijk, zoals minister Spies dat deed. Ja, maar nogmaals, dat vooronderstelt dat u weet wat het probleem is en wat potentiële last is op de begrotingsproces. Dat was pas bekend op 9 december. Voor die tijd was het delen met de Kamer geweest van beelden. Uit het hele proces, ook niet uit andere dossiers, kunt u laten zien dat dat gebeurt. Maar bovendien, in dit geval speelde daar zonder meer mee de zorg om de aansprakelijkheden voor de staat die zouden kunnen voortvloeien als deze schade ongeremd groter werd. Dat is ook de reden waarom niet alleen de Kamer ik er niet over gesproken heb, maar ook niet met de ministerraad of met collega's of ook met andere ambtenaren op het departement. Dat is mijn ervaring in die jaren in Den Haag. Dat als je iets wilt dat geheim blijft, moet je er niet over praten. Ja, maar dan hoeven die wethouders toch ook niet geïnformeerd te worden van gemeenten? Bestaat daar geen risicoplekken dan? Als ik het wel heb, en ik zou dat na moeten gaan, vermoedelijk door het WSW ingelicht. Want zij functioneerden als achtervang. Ik denk niet, maar dat zou ik zou nagegaan moeten worden. Er heeft overleg plaatsgevonden op het eind van het traject met ze, omdat ze evenzeer daardoor geraakt zouden worden. Maar aan het begin vermoed ik dat de informatie naar de gemeente ook via het WSW is gegaan, omdat zij achtervang waren. Tja, meneer Donner. We gaan ons daar nader over buigen. We zijn aan het einde gekomen van het openbaar verhoor. Ik sluit de vergadering.